graag meneer. Niet meneer Kwolletor of misschien Stol. Mijn naam is Nagel, mevrouw Nagel. Och, gij ziet mevrouw Nagel, onze nieuwe onderbuurvrouw. Aangenaam in de kennis te maken, jullie naam is Engelen. Ik kom toch niet ongelegen? Nee, natuurlijk niet. We zijn dus heel erg verrast en vereerd dat je naar boven komt. Hannes, kijk eens even. Is onze nieuwe onderbuurvrouw, mevrouw Nagel. Hallo. Kom eens even, sta eens op. Je hebt een eindje. Dag mevrouw Nagel, wat prettig met haar kennis te maken. Mijn naam is Ingele, Hannes Ingele. En wie beveldigt die nieuwe woning hieronder? Ja, is dat goed, hè? Nu geeft mevrouw Nagel zelf ook eens wat zeggen, hè? Ik wil pas naar boven zien gekomen als ik eerst een aanspraak had gemaakt. Maar nu ben ik naar boven gekomen met ochtendbrood over dat geboens en geklap. Geboens en geklap? Ja, dat helpt nemens meer uit. Bij ons bibbelt de koele lucht op in de pulling aan het plafond. Bij mijn geboens en geklap. En af en toe valt zelfs de kalk ervan in de soep. Ja, wat denk je er eigenlijk mee? Nou, om de 10 minuten begint de herrie. Het lijkt wel alsof je hier op een aardneemmachine ligt te trappen. Huurt ze dat, Hannes? Huurlijk. Op een aardneemmachine, zeg je. Nee, mevrouw Nagel, zoiets hebben we niet. En het eerste wat ik doe is schaken. En het verzetten van mijn schaakstukken zal toch echt niet geweest zien, niet hoor? Ja, meer duidt hij echt niet in de overzuur. Nee, dat lijkt het me ook niet. Maar wat kan het er al geweest zijn? We hebben eerlijk gezegd niet in hoes wat zo'n herrie zou kunnen maken. Maar je mag rustig even de vrouw rondkijken, hoor. We zijn namelijk twee oude heren die van rust en stilte houden. We lopen zelfs altijd op de zak rond, een onderbuur, maar vooral niet tot rust. Vooral tot rust. Een oud nijmachine, dat hebben we niet. Ik weet niet eens wie zo'n ding werkt. We neien al je oren niet meer. Nou, ik dacht dat we hakkelijk dat het heen vandaan kwamen. Zult er kind of nee hier? Dat is geen handel, mensen worden het natuurlijk best wel mogelijk, mevrouw Nagel. Maar voor ons zeker niet. Wilt kan ons niet even komen zitten, mevrouw Nagel? Nee, dank je. Ik heb nog zoveel te doen. Zo'n verhoezing brengt heel wat werk met zich. Ik weet het, mevrouw Nagel, heel veel werk. Ach, mevrouw Nagel, je moet rustig weten. Het is heel veel deugd gedaan dat je die woning hebt gekregen, je huur. Ja, ik zeg nog, mevrouw Nagel, het is schandalig dat je hoeseigenaar het gewoon zelf wel huurders mogen zoeken. Schandalig. Hannes, te zijn net nog. Kinderen moeten er ook zien op deze erfje. Wie meer, wie leven. Ja, Hannes. Ja, dat het was niet merkelijk hier. Wij wilden op de dag van vandaag nog een gezin met 4 kinderen. Ja, wij wilden nog 4 kinderen. 4 kinderen, och mevrouw Nagel, dat is ik niet aan te zien nu, hoor. Dank je. Ja, het was een kort jaar. Met z'n oudste is alweer 22. Dus 22, joh, dat is wat ik moet zeggen, dus ik echt niet aan te zien. Ja, hier is anders geen verzoenlijke woning dan. Och, wat, een 3-kamerwoning met struimend water. Struimend water? Ja, langs de moren. En dat met 4 kinderen. De straf van God om u te treffen, niet hoor. Ja, maar gelukkig, kind genoegen. Lekker tot rust komen in onze nieuwe woning, hè? Ja, dat doen we ook als dat verrekte geboens en geklopt om aan het was. Dat begrepen we. Zo is kunnen graadmaat maken. Maar ja, wie weet helaas ook niet waar dat vandaan komt. Of wat het is. Maar ik kan me wel herinneren dat de vorige buurders er ook al over geklaagd hebben. Oh ja, wie dacht op een gegeven moment zelfs dat het misschien wel eens de televisiekabel kon zien die hier achter leek. Moet je eens komen kijken, mevrouw Nagel. Als je heen doorklimt naar de achterkant, dan zit een televisiekabel. En wie dacht dat het misschien tegen de geur aanhoudt. Toen zeg eerlijk, wie dacht hebben we niet tegen de hoesbas in? Mevrouw Van Op zou gezag om er iets aan te doen. Maar lauwe loene, ze woont hier gans onder in het appartement. En als de mensen met klachten komen, dan ga je door het ene oor in en het andere oor uit. Nou, de televisiekamer kan het niet zien geweest. Dat klinkt anders. Oh. Maar ik kom er nog maar achter van het bal kan zien geweest. Gelukkig is het zo weer rustig. Ja, gelukkig, ja. Zolang wie doet, zeggen we maar, hè. Nou, heren, hier, het spijt me dat ik ook heb lastiggevallen met mijn problemen. Ik kom er weer. Wat is dat, mevrouw Nagel? Je hebt geliefd dat je de zaak eens grondig door te onderzoeken. En wij zouden toch de laatste zijn die we echt het kwalijk zouden nemen. Dan moet ik nog wel een fijne dag wensen. Dat is hier helemaal een onverwachts met elkaar kennis gemaakt, niet hoor. Ja. Als daar alles achter de rug is, dan kom ik weer naar boven en dan drinken we nog een tas koffie. Ah, dus goed, dat doet weer goed aan uw man, hè? Dat hebben jongen ook nog niet kennen. Hè? Ja, doe nog maar de groeten van mij, want ik ken hem helaas ook nog niet, hè? Ja. Mocht je een handhulp nodig hebben, dan moet je maar even hopen, mijn broer Hannes is altijd bereid om even bier te springen, hè? Maar dat zal met een gezin met 4 kinderen wel niet nodig zien, hè, mevrouw Nagel? Nou, in ieder geval bedankt voor het aanbod. Dag, dag. Wie
kind zich nu zoiets stoms zeggen? Ah, hadden we eindelijk de kans om te weten wat voor soort mensen het had zien? Wie dit ingericht hebben, wat die uitwerking is van onze klop-klop-actie? Doe onze actie weer geweldig! Niet zo hard! Zo, die is er weg. Het steekt veel. Dat soort mensen kent ze niet vertrouwen. Vanzelf kan ik die met een oor tegen de deur aan te luisteren. Ach, doe het. Weet je wat? Dan brengt ze die maar naar beneden en dan gaat ze wel mooi feliciteren met de nieuwe buren. Toen, dat is de mooiste graling die ik in huis heb. Ach, weg met die godplanten, mensen toch een lager zo ben, dan kunnen ze hier al die kriebels krijgen. Nou, dat doe ik straks al wel, want ik ben eerst mee bezig met pataten te schermen. Zal ik eens even kijken of ik echt scherp stop? Niet voor. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Kun je hem nog zeggen?
Liever verkoop ik mijn laatste heer dan dat ik iets van die twee oude kraaien aanneem. Dat is interessant. Hoor ze dat aan, is het geen kostelijke uitdrukking, die twee oude kraaien? Dat is toch een grapje, zei vader, want zo kennen we meer. Maar Maaike, wie denkt ze er eigenlijk zelf over? Je bent tenslotte al meerdere jaren. Ja, een flinke meid bist, hè? Nou, wie snel heb ik altijd op de test van mijn vader geleerd gestudeerd? Liet voor de hand dat ik het er eerst met hem over heb. Huur ze dat toen, 24 jaar en eerst toestemming vroeg aan zijn vader, vindt ze dat niet geweldig? Een unicum in deze tijd, wat staat er in het vierde gebod? Ze zullen niet doden. Eert uw vader en uw moeder. Nee, bedoel ik, joh, eert uw vader en uw moeder. Wat is dat nou weer, wat is dat nou weer? Het is natuurlijk weer op die vinger, hoe dat is die van Hering, die wil natuurlijk weer patat uit de kelder hoor. Ik pak wel even de sleutel. Mevrouw Hier. Goedendag, mijn naam is Ben Nagel van hieronder. Onze pad die er weer vroeg was, de stoppenkast van de huurling bevindt. De stroom is uitgevallen, zeg je. Toen, dat is de jongen hier nagel van die onder en die wil gaan wijten door de stoppenkast liggen. Waarom is onder neer de kellertrap? Doe net zo wat niet weet. Ja. Benny? Maaike? Ik weet niet goed, waar komt Stig vandaan? Hop, word je al een paar oor. Niet te geloven, na zo'n lange tijd kunnen ze me gaan tegen. Wie geeft het me tegen? Oh goed, moet ik niet klagen. Kijk eens aan, je kent mekaar. Zou denken, dit is Benny Nagel. We woonden vroeger samen in hetzelfde dorp. We hebben in de zandbak nog samen kuksjes gebakken. Oh, die eerder geen kuksjes, ja. Ik wil gewoon die eindje en die schuipen die in. Ja, en dat is ons nichtje Maaike, hè? Ja, ons lievelingsnichtje. Ons lievelings. Zij hebben er maar één. Oh, maar is er weer op een klein, hè? Zeg, hoe lang hebben we elkaar al helemaal gezien? Nou, die ziet toen vroes. Dat moet ons al 6 jaar geleden zien. En nou steeds de mens weer voor me. Ik hoop altijd dat het iets goeds te betekenen heeft. Wie werd? Ja, jongen, gelukkig heb ik nog weinig tijd. Ik moet de zekering onderin draaien. Anders tijdens ons vandaag nog steeds met een werk. We streken hier zo boven onze papje overhemden. Maar ik denk dat we in elkaar wat dakker gaan zien. Deze keer is beslist nee door de boven dit hert. Zeg, hier heb je een excuses voor het storen en bedankt voor de help. Ja. Ik weet het nu, hè. Onder even de kellertrap. Ja. Dag, meneer Nagel. Dag. Nou, dag. Zal ik ook eens wat vertellen om je toen? Ik heb morgen dag even ook voorgesteld. Ik kom hier wonen, ook al is mijn vader erop tegen. Och, Maaike, dat vinden we leuk. Echt wel, hoe is dat, Hannes? Ja, zelfs het goede bier zijn, buur meetje. Nou, heb je er nog een plekje van mij om te slopen? Nee. Op te beginnen sluit zich in het bed van oma Hannes. Wat? In mijn bed? Nee. Hannes, ik krijg je toch een grotere buurling. Oké, wanneer kan ik komen dan? Och, kijk maar, meetje, als het tegelijk komt, hè. Nou, zullen we zeggen over 3 weken. Wie staan op de deur van de kamer? Drie weken zitten, dat is prima. Tegelijkertijd hebben ze toch alweer goed. Alweer goed? Anders had ik weer al een tent, die moet er nog goed, maar daar is geen last van, hè, kind? Nee, daar is geen last van, je meetje. Zeg, toen ik zeg dat jullie even aan de tijd, dat we nog... Maaike, we willen het er echt niet goed gooien, joh. We hebben nog hele belangrijke dingen gehoord. 3 weken is het, hè? Misschien kunnen we in de tussie dan vast wat grij komen brengen. Ja, dat is goed. Dan brengen we de tussie maar wat grij. En hoe ze net niet meer zo te slijpen, hè? Dag, Maaike. Nog dan nog een mooie dag, mensen. Dingen ook, hè? En je ziet toch niet zo'n oude kraaien als mijn vader altijd zei. Nou, de groeten en wie is de volgende keer, ja, hè? Wat een vrij spook, hè? Ze denkt dat het hele... Het komt misschien voor mijn schade vliegen, dat is waar het was, dat zeg ik toch. Ik pak het deze keer ook wel even boeken toe, want het klopt hier dus al lang weer begos. Wat zal ik eens pakken? Pak dit hier maar een brug te ver, hè? Dat deed het mooi bij mijn brandende liefde. Dat was niet met Mike, maar niet de stap te veel zie ik gewoon nou weer. Gans, ik moest wat meer vertrouwen hebben in mijn tactiek. Dat kan ze zien, maar dat is wel slecht voor mijn tiktak. Opgelet, klok, start hem er. Wist ik toen ook een stomme knuppel, hè? Als ik binnen weg alles van kruis. Ach, toen is het ook niet toch goed. Ik doe stommer dan een uitprint van de verreken. Ach, toen. Ik moet even slopen, hè, als Maaike niet werkt. Hé, hey, de bank. Nee, ik kon je niet op die bank liggen. Hannes, wie? Het is zo.
hier niet. Wat een gezellig van God. Kind zit nu in een paar dagen heb je warm slopen. Als we door de goederen willen kiezen. Susie, die kind zou niet van mij verlangen dat ik op mijn oude dag nog met mijn oude knurk mee op deze bank kon liggen. Nee, doen. Goed, het schijnt goed met dat geneur. Het is trouwens niet gemaakt hoe dat kind met alle geweld waar ik op kon horen. Nee. Het heeft een knul natuurlijk. Huh? En stond ik met het hekken komen schalen en vrien, dan huis dat schwaar met de oog, dat zeg ik dit. Ik ben op tijd naar bed gegaan, dat geeft me gewoon een briefje. Een briefje. Maar hoe maken we weer een vlug over? Tegen de dienst en de knuppel met zijn hele familie toch wel op boete. Nou, ben je moeder onder? Wat doe je? Ik kom onder de pomp en ga naar de keuken dicht. Wacht. Misschien is dat niet op beneden, maar weer. Wacht. Ach, mevrouw, hiering. Oh, ik ben het maar. Kun je mij misschien een beetje koffie kunnen leren? Ik ben gans vergeten om naar de winkel te gaan. Want ik s'morgens geen sigaretten en een tas koffie heb gehad. Of toen ben ik maar een halve mens. Och, mevrouw Hiering, dat is wel nog wel mee. Om zo te zien zit je nog gans aardig in het woord. Oh, en wat zijn koffie betreft, moet je nu met een roze tegen hier voor de hoes houden, hè? Ja, dat is goed. Hannes? Ja, doe het. Hannes kunt zich even mevrouw Hiering het hier een beetje koffie. Mevrouw Hiering, dat is al de derde keer deze week, niet hoor. Och, nee, Hannes, zei me niet. Alle goeie dingen in drie. Kom, Hannes, doe niet zo moeilijk. Ik geef mevrouw Hiering een beetje koffie. Dat kan hem niet op schelen ook. Ja. De afwasmachine heb je kapot, mevrouw Hiering? Oh. Ik heb geen afwasmachine. Hetzelfde pot te zien ook. Zag ik hem hier toen? Och, ik zeg het tegen iedereen. Ze heten niet alleen engelen, ach, maar ze zien het ook. Ach, mevrouw Hiering, dat zal later wel in de hemel blijken, hè? Ja. Mag ik even gewezen dat door onze asbaksteen een beetje om de gordijnen? Nee, niet kwalijk, u zoen. Nou zeg, daar hebben ze me toch een mooie familie in ons gezaten. Oh, die meentje. Ach, die passen toch jij niet in ons gemeenschap? Hij is meubelmaker of zoiets. En het is zo, lijkt het wel een voorlopig punker. Ik begreep niet dat hij hier moest woorden te hebben gekregen. Mevrouw Hiering, zo'n mensen moeten toch ook ergens wonen? Oh ja? En waarom kan dat goed gerekend? Hé, het is toch al druk genoeg met die 6 kinderen van mij? Stel op in het vuur, nog verder bij. Ik vind het onfatsoenlijk om zoveel in de wereld te zetten. Van smikkelste mannen, de seksmaniaan. Ja, mevrouw Hiering. Hier, mevrouw Hiering. Oh. De koffie en de winkel is elke dag tot ago op u. Ja, dat is wel. Zo zal het ook niet. Ik ga ze het allemaal niet vergeten, hè, als we door de nevel aankomen. Ik zeg nog tegen mevrouw Veranda. Waarom heb ik die leerling eigenlijk niet aan hier een engelen gegeven? Ze is tenslotte de angstheurder in je hoes en zit er nog steeds onder de dakpannen te bloederen. Ach, mevrouw Hiering, we klagen toch niet? We zitten heel toch goed? Voor die paar joh die we hier nog te leven hebben, hè? Ach, en ik dacht dat je die leerling zo geen moet hebben. Ja, als ze natuurlijk geen huurder waren, wij met een goed gezin, dan hadden we ze natuurlijk heel hier aangenomen. Maar jaloers? Dat zien we niet. Ja, niet, hoor. Oh, kijk, dat zien we weer typisch die hier eelen, hè. Nou, ik zal nog dit zeggen. Bij mij had ze dat niet verder gekregen. Ik had gezegd, ga ik zelf wel met die achterwerkende toevang zitten. Kom nou, je ziet toch zeker geen bakfietsen meer. Ja, wat? Vissen, bakvissen. Dat is toch gewoon, hoor. Nou zeg, ik wil hier een kind gedadelijk een emmerke patatoe door zijn kelder meenemen. Ach, natuurlijk. Dat doe ik veel te geven. Je moet wel niet bestellen, want we zien er bijna door. Wat? Ik heb vorige week nog 50 kilo besteld. Ja, maar alles gaat vlotter als je denkt, hè. Ja, en dan de oorlog. Oorlog? Ja, bij de patatten. Die zien aan het schieten. Ja, leuk. Och, wat zien ik. Je hebt niet gordijnen. Oh, maar die zien prachtig. Hebben zeker veel geld gekost, hè? Zegt die andere gordijnen, kan je die eigenlijk nog gebruiken? Ik wil nog één gordijn hebben voor een slaapcamera. Ach, en alles is zo duur tegenwoordig. Mevrouw hier in het spiegelstudio erg weer. We hebben die gordijnen nog zelf nodig, die al. Ja, ik wil ze eigenlijk wel betalen.
Ja, ik huurde wat ik zeg, mevrouw Hering. We hebben ze zelf een huurding. Ik dacht maar zo, ja, vroeger kost niks, hè. Dat klopt, ja, dat kost niks. Ah, dus Eske, mevrouw Hering, die gordijnen te groot gebroken. Ik heb ze toch dus liggen ze toch maar in de motorbel. Oh, dank u, meneer Toel. Oh, ja, mevrouw Hering, ik zeg maar niet zo, hè. Als we van alles wat meer nog wordt afsteken, is dat toch heel christelijk. Ja, dat ze ook gordijn zien, of koffie is, hè, of patatten. Ja, dat is het, wat ik die ganse tegen mevrouw van Pop zal zeggen. Je hebt hier Engelen alles behalve eerlijk behandeld. Ja, en nou is er eigen schuld dat ze in de problemen zit. Met wie heeft hij nou problemen dan? Ja, met die van die onder. Wieso? Heeft hij daar nou problemen mee? Ja, die liggen de ganse aan de kop te zaniken over dat eeuwige geboens en geklappen in hoes. Ik wil me te veel niet mee bemoeien, nee. Ik zul het wel weten. Wat zult je wel weten? Ik zou er wat kunnen zeggen met haar klop. Ja. Maar ik zeg niks, je neus eerder die winning zelf gegeven, want ze ook kijken wie ze doet een eetdreed. Mevrouw Heringen, geef je mag eens wat nieuwsgierig. Ja, maar heb je het eeuwige geboens en geklop niet gehuurd aan? Ja, maar wie weet ook niet wat het is. Of woord vandaan komt. Ik snap niet wie je dat volkje het haalde. Ach, op een gegeven moment wendt men gewoon aan bepaalde geluiden niet hoor, mevrouw Hering. Nou, ik had het toch eigenlijk al veel eerder willen vertellen, maar dan dacht ik weer. Nee, te max stieren, alleen maar ongeruis. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ja, dat die arme ziel geen was kan vinden. Welke ziel? Je weet toch, wie is het begin van het vorig jaar dat een automonteur van Dolman die onderwoonde? Ja. Want die is toen toch plotseling gestorven? Ja. Die vrouw, dat was toch zo'n geheimzinnig geval? Ja. Die had toch van die spiritus-zittingen? Ja. En spiritistische. Die nog. En stel ik voor, op een dag had ze die geest van haar overleden man opgeroepen. En die meldde zich ook nog met kloptekens. Maar dat was ze nu het geval. Ze wordt ze nummer kwijt. Ja, die kloptekens, meen ik, hè. En ik klopte en klopte. Wist dat ze er gek van wordt en nu ze hoezen. En wie is de dag van vandaag, brengt de overleden man nog steeds een bezoek. Alzo een mannelijke klopgeest dus. Ja. Dat is het. Dat was dat dan niet eerder verteld, hè, mevrouw Hering? Ja, maar meneer Hannes, dat is toch wel, dat is toch in de box te doen. Bij wie ze van spreken natuurlijk, hè. Kan ik nog wel vertellen dat die mensen van Nagelen onder het niet lang volhouden. Daarvoor werd ik alles onder. Zult je denken, mevrouw Hering? Ja, natuurlijk. Dat hield toch geen mens vol. Ja. Ik zit er geen minuutje te voldoen. En ik moet het vuur nog aansteken onder de roer die roeie koe. Weet je, wie eet er vandaag goed moes, met wel een meter brood was. Met patatten zeker, hè? Oh, die ja. Bedankt. Oh, het is een man in de moord. Maar dat is niet vandaag nog niet gelijk. Ja, mevrouw Hering, ik kan jullie even de drekstut voor ons meenemen. Ach, natuurlijk. En dan geef ook gelijk de keldersleutel mee voor de patatten te horen, hè? Ja. En dan zal ik dadelijk even die gildine voor ogen opzij leggen, hè? Ach, natuurlijk. Zo'n buren wie VG die vindt me neuijes. Nou, en met die van die honger spreek ik geen woord, joh. Die hebben me tenslotte de woning voor de neus weggenomen. En als ik ook werf, zul ik ze ook maar moeten de deur laten. Volgens mij is het niet veel soep, joh. Mevrouw Hering, het lieken me aan nog best wel fatsoenlijke mensen. Nou, ik moet het gaan zelf weten, joh. Maar dan is het hier gewoon van, heb je niet wat sukker voor mij? Wat nou, nee, heb je mij geen Polonaise, joh. Mevrouw, hier is de drekstut en de kelderschutel. Oh, nou, dat hoor ik graag. Ja. De straat is daar, hè? Ja, de straat is daar. Ja, mevrouw Hering. Ach, nou, je stikt je kiepenzuk. Ik heb volgens die bel niet eens. Wieso de slecht van de last van de slecht geweten, meneer Hannes? Wieso ik je weer? Ja. Dit is ook gek voor Jack van de Merrie. Het geeft hier de ganse melk als zo'n dikke bal een weermuske. Hannes, doe het zelf voor ons. Mevrouw van Opstal, wat voor schaamste hier van mocht bezoekje? Ik heb de duurste prikstrapsel op besteed. Goedemorgen, mevrouw van Opstal. Last van het slecht geweten. Gigans naar boven komt. Ik kom beslist niet om naar dat geraten vanochtend luisteren. Oh, doe maar rustig. En zit de zee, ziet je weer meer erin, Toes. Ik help die sieren af en toe een eindje schieter geen bezwoord tegen.
Ik ben tenminste niet zo ongeïnteresseerd in mijn buren als Kees. Och, mens, valt toch in de man last. Misschien kunnen ze daar nog wat servies van in de kast. Nou, hier heb je het nog niet. Rustig. Ja. Mevrouw van Opstal, wat verschaffen ze hier? Wat brengt u hier gans naar boven? Ik wil eens komen praten over die eeuwigdurende klopserie hierboven. Zojuist waren de nieuwe heurders weer mee. Wat zeg je nou, mevrouw van Opstal? Beginnen die er dan al wel over? Ja, ik weet het ook niet meer. Het is wel erg genoeg. En volgens u moet het van hierboven komen? Nee. Van die boven kunnen we niet. Dan zouden we er toch ook wat van moeten weten. Ja, maar nee, me zwet niet. En geen jonger niet. Wat moest hij nou van zeggen? Wat moest hij nou van zeggen? Heren engelen, hoort u dat? Mevrouw Rolmops als echo. De naam is nog altijd hering, mevrouw. Rustig daar eens. Zeg je, weet je wat ik denk, mevrouw van Opstal? Het zien hallucinaties. Mijn beeld schoen begeert mij wat in. Dan gaat ze eigen leren. Als einde persoon dat zit, zal ik het zeggen, ja. Maar het zien er meer en die zien toch niet gek? Nou, ik begreep toch aan s'nachts van, dat moet je best weten. Dat is de straf. Zonder toch nog veel meer aan een kop zaniken. Dat is mijn mening. Kunt je de luidspreker even afzetten? Ik ben er raad gek van. Nee, Foutje, ik zie je daar al lang. Mevrouw Hiering, mevrouw van Opstal deed haar uiterste best. Nou, dat is dan wat een huurders betreft toch nog zeer beperkt. Mevrouw Hiering, als je hier wat van die zaak af hebt, dan ziet je het verplicht om het uur te vertellen, hè, mevrouw van Opstal. Vind ik zeker niet van lotje getikt. Mevrouw van Opstal moet eerst maar eens bewijzen dat ze opkomt voor haar huurder was. Wie duk heb ik al niet gevraagd voor een grotere container? Kom, tegen. En wat dacht ze? Totaal geen reactie. Zeven families en een container, zo groot wie een sigarenkistje. Ik denk dat we een aandeling milieu en gezondheid van de gemeente naar ons op het dak moeten sturen. Als bepaalde mensen in de container gooien wat erin is, is groot genoeg. Dus deze tip is gemeend voor een bepaalde mevrouw. En wat is er met de kelder? Nou, ik denk dat ik dat soort huren kreeg. Wie betaalt u de meeste huur en heeft de allerkleinste kelder? Nou? Je hebt de kelder die bij je woning huurt. En tussen heukskes, waarom heb je geen grotere kelder nu? Voor die drie bliksjes appelmoos? Dat heeft er niets mee te maken. Laten we dus even over die woning hieronder hebben. Waarom heb je die eigenlijk niet aan de heren Engelen gegeven? Zij zien tenslotte de oudste huurders in huis, maar dat kunnen we nog een bollekop niet op, hè? Mevrouw Hiering, we hebben het toch gezegd dat we die over ook best goed hebben? Ja, dat kunnen we, dat je ze bescheiden ziet en profiteert me dan mee van. Dat je wat ik geduld wil hebben. Ik zal nog gewoon in kon zetten. Moest ze toch voor een goeie huis komen, wil ze me toch nog goed krijgen? Dan kijk je eens rond, wat is het hier voor een erbarmelijke toestand? Een toverhok onder de dakpannen. En het huske is in de trappenhoes. Ten ergste tiet is dat ook wat te poel met tiet, hè? Dat familie kids natuurlijk ook niet, hè? Dat ik hier met die onderste buur niet gehad heb. Dan kost wel kieken naar of je die meubeltjes die we boven allemaal hebben staan weg kost te doen of niet, hè? Die hebben we georven namelijk van ons moeder. En nou weten we dat natuurlijk niet. Helaas, helaas. En dan ben je wel een prachtig harmonium staan, maar ja. Het gaat allemaal niet, hè? Ja, dus dat kunnen we allemaal wel zo zien, maar we kunnen die woning hieronder toch niet een gezin met kinderen misgunnen, niet hoor? Wat staat er in het tiende gebod? Och, de pannen met het tiende gebod! Tegenwoordig wat wil ons bereiken, moest hij die elleboog gebroken. Aha, daarom heb je op die blaad al die eeltknubbels. Ja, die komen hier ook niet door het olifant te ver. Rustig, dames. Nou, toen die gestellig de laatste tientje zag naar de trappen lopen, ik wel heel erg veel niet hoor. Hans, dat kunnen we allemaal zo zien, maar het is vanzelfsprekend dat die gezin met kinderen altijd vuurgang heeft. Ja, zelfs biedt een oorje ver. Heren, Engelen en Michiel er niet gelegen. Je bent toch ook tot de afdeling hoesvesting van de gemeente dat ze beslist? Ik vind ook niet lachen, de afdeling hoesvesting. Als je die buren gewoon aan de heren Engelen had gegeven, had er geen hamel gekregen. Ja, en Kiep zult er zeker even gekakeld hebben. Zeg mevrouw Hiering, maak alles maar geen ruzie hier met mevrouw van Opstal. Ik denk dat mevrouw van Opstal een hele goede reden heeft gehad om de familie Nagel die buren te geven en niet ons niet hoor. Nou. Die reden die ik ook dan wel geven. Nee, maar ja. Heb je dat jong knulkje onder niet gezien? Wat?
Toen verdreed hij zich de ogen veel, is dat ze scheel zien. Foei, wat een mentaliteit. Foei! Als je niet onmiddellijk die smerige spuit aan de oets hebt, dan slijpen we voor het gerecht wees beleidiging. Slijpen? Nou, dat doet je wel willen, hè. Maar ik rook nog uitstekend. Ik denk dat ik nog een man naar zijn stille hand geef. Tch, dat werd natuurlijk nog van niks. Maar mevrouw, hier is iets meugje niet zeggen. Mevrouw van Opsel het zelf een goede keer nog. Met je nou merk ik dat hij zedig dat door tegen u het haalde. Maar je kunt dat natuurlijk ook niet weten, hè. Als twee ongetrouwde hieren, die hem dat soort vrouwen kennen. Dan kent je ze des te beter. Ja, ik ken die. Alle mocht die carrière vrolijk, die dogen niet. Ze werd al een beetje nerveus van, hoor. Ze is toch zelf begroos? Als ze die vullingen ook had gegeven, wel een uurlijke kwaad woord over die lippen gekomen. Mevrouw Wiering, mevrouw Van Opsel, heeft u al gezegd dat ze er niks aan kon doen? Joh, maar dat Maaike nou niet kan komen, hè? Ja, anders komt die het kumprood, hè? Er kunt vuur maken schop in einde stal. Maaike? Wat voor een Maaike? Ja, dat zul ik nou ook wel eens willen weten. Dat is ons nichtje. Dat arm kind studeert in de stad en heeft geen fatsoenlijk onderkomen. Oh. Ja, en als familie zien we wel verplicht om hem op te nemen. Die wonen vooral hier. Even. Geen wet toch ook dat het verboden is om onderhuurders te nemen? Ja, maar het is ons nichtje. Het duurt bij de familie. Ja, dat kan wel zo zien. Maar dat kan ik niet toelaten om die dan te problemen te komen met andere huurders. En ik kan je nog iets zonder maken. Nou, huur die zo wat aan. Dat is nou uw sociale instelling. Steek me toch zo'n bleutje van een student op de straat en zie me wel niet toelaten. Goh, werd geraad hier. Laat hem maar gewoon komen. En als ze dan wat zit, dan zien ze gewoon dat ze op bezoek zien. Toen andere mensen ook. Is het toch een ratelslang, hè? Wat bemoeit je nog mee? Daar heb je toch niks mee te maken? Stop! Een hele hoop, mevrouw Van Opstaan. Een hele hoop. Met hier Engelie kun je zo omgaan, maar met mij niet. Hier, als je het beest aan jullie hebt, dan zeg je het maar. Die man is goed op de hoofd van een advocaat. Foei, wat een mentaliteit. Foei. En nog één ding, mevrouw Van Opstaan. Als je de heren Ingen nog één keer lastig valt, kunt je de polis van de levensverzekering uit de kast gaan horen. Zo! Jeek! Die mogen nou dan doen alsof je mond dichtmeien. Stam, ze meent het niet zo slecht en ze is altijd zo behulpzaam. Ach, halt toch op. Wie ze bij mij uitgediend werd, heeft ze een jachttrainer heel veel plaats. Dat kan ik me niet voorstellen. Zwieg me toch van, ik ken alle kennis van de trucjes. Het speelt zo erg, mevrouw Van Opstal, dat met al die problemen die je hebt, die van ons er nog een keer bovenop groeien. Wat beslist niet als bedoeling, u? Ja? Echt niet, joh. Echt niet. Ik dacht namelijk dat Maaike, als ons nichtje zijnde, niet onder dat verbod zou vallen. Het had anders best wat extra werkzaamheden willen doen voor ook, joh. Ja, het had bijvoorbeeld belastingpapieren kunnen invullen. Bijvoorbeeld? Het studeert tenslotte economie niet, hoor, Hannes. Je zult best wat cent willen bevenen. Ik zou het niet doen. Tuurlijk. Dat is zo'n leuk, aardig en attent kind. Ja, dat geeft niet, hè. Jammer, hè? Mm-hmm. Ja, iedereen duidt toch wel eens iets wat niet maakt, hè? Hannes, je ziet het niet. Ach, ja. Zeg, mevrouw Van Opstal, waar ging je zaterdag over eigenlijk naartoe? Zaterdag over? Ja, voor een smidje kwam geen truc van het kine. Heeft ook een man eigenlijk niks in de gaten, hè? Niet? Heb je ons niet gezien dan? Zeg je, mevrouw Van Opstal, het was niet verstandig om in dit toestand ook nog in de wagen te kroepen. Als de politie je aangehaald had, dan had je 3 buurten ingenomen. Links ook niet? Wilt je zo vriendelijk zien om hier niks van tegen mijn man te vertellen? Wie toch niet? Zeg, je werd je ook nog wat je tegen mijn broer toe in hebt gezegd? Dit lekker stuk. Oh, dat is toch zeker niet waar? Zo zeker als 2 en 2 4 is, mevrouw Van Opstal. Zeg, kind, je niet even kijken of er toch een mogelijkheid is, hè? Om ons nichtje dan toch niet op te nemen? Maar is de gehuurd dat het niet gij?
De hoesbaas zijn tegenwoordig aan de voorschriften gebonden. Zit niet maar baas in eigen pand. Sorry, maar zo is het ook nog weer niet. Ik beslis hier nog altijd wat er gebeurt. En als ik zeg, ik heb nog een netje opneem, dan neem ik snel. Och, dankjewel mevrouw. Ja. Precies wat anders. Ik heb het altijd gezegd. Mevrouw van Opsel is een echte dame. Hier, Engelen, ik heb nog niks gezegd. Wat bleef? U hebt het goed, mevrouw van Opsel. Wat gebeurt nou weer? Niet terugnemen, wat je net hebt gezegd. Het zou ons enorm tegenvallen, u. Denk je dat het dat zal doen? Wat? Ik meen van mijn boekhouding, mijn belastingpapieren invullen. Oh, ja. Natuurlijk duidt het aan. Zoals ik al zei, het is zo'n leuk, lief en attent kind. Natuurlijk wil ik papieren vullen. Goed, akkoord. En als er even wat van zit, dan zeg je maar gewoon dat het op bezoek is. Op bezoek, Hannes. Op bezoek, mevrouw. Hè? Nou, dan hoor ik dan maar. Ja, dag mevrouw. En als er eens liet de zaneke over geboend en geklopt, dan zeg je maar dat hierboven twee oude heren wonen die van rust en stilte houden. Juist. Dat zal ik doen. Maar vervelend is het wel, niet hoor. Is het ook, ja. Oh, mevrouw van Opsel, ik had hier dat je nog even door het poringsteen kijkt, want het is weer verstopt. Dankjewel. Nou, dan wens ik ook nog een fijne dag, verder. Ja. Dag mevrouw van Opsel. Oh, dat heb ik heel wat moeite gekost, mensen dat. Volgens mij is hij nog banger voor de mensen of voor de politie, dat kan je wel zeggen. Zie je hoe heet het. Dat maak ik eigenlijk wel niet van belastingpapieren, hè? Kan ik dat interesseren? Nu zeg, is hij meer komen? Dat is wel. Opgelet, klaar, ja. Start hem maar. Hannes! Ja? Het is een tiertje. Wie lang is dat nu geleden dat Mike eigenlijk heen wordt? Drie dagen geleden. Drie dagen? Mijn god, ik heb een tiertje vlot, hè? Maar wij moeten wel zorgen, dus dat kind kunt, dat we die hier onder het rijkwart goed geklopt hebben. Dat we weer dat kind doen. Een kerstkaan goed steken. Een kapel voor een uur, voor de goede avond. Bist je gek? Zie ik ook nog geld geven, ook goed geven, ook nog. Dat lukt ze ook wel. Oh, ik weet het niet, hoor. Opgelet? Ja. Kloor? Ja. Start hem. Oh, Hannes, van fatsoen! Wat zullen we doen? We doen even niet douchen. Nee, het kind niet. Het gaat zo hoes met hem wel zien. Dus, pak je een bovengang in je zin. Wacht. Ja. Maaike? Ja, ik ben het. Geen platte als ik had gedaan. Maar het weet je merkelijk, joh, met allemaal die trappen. Dat andere koffers zijn nog onder doen. Dat moet je ook. Dag, hoe Hannes. Oh, dag, Maaike. Zit je fijn te lezen? Oh, ja. Je zult wel blij zien dat ik er ben, hè? Ja, heel blij, ja. Ja, dat is duidelijk te zien. Spiegelijk, Maaike. Jij bent geen team. Je moet namelijk nog weg, hè? Zo meteen dus, Nou, druk op voor mij mijn examen, joh. Ik wacht wel wist je het druk ziet. Ik heb alle dingen nooit naar mijn werk hoef. Niet meer weg hoef? Ja, ik dacht, oh, nog langer wachten. Vandaag mijn vast verhoezen. Oh, vandaag al? Die gast heb je gezag over 3 weken. Ja, 3 weken. Nou, ik had toch zo veel van mijn 4 leven omens. Ik stond te springen toen ik kwam. Toen ik dacht, niet langer neulen. Pak mijn grij en ik verhoes vandaag al. Weer wet, wie lang je nog leeft, niet hoor. En wat kan mij die paar weken heel nog schelen. Dus hier ben ik dan. Ja, dat is het dan toen. Ja, hier leuk, Maaike, maar ja, hier leuk. Ik had er nog niet op gerekend. Ja, met alles te regelen en zo. Ja. Het valt er nou te regelen. Dat bietje grij van mij, dat heb ik zo goed gepakt. Maar ik doe maar geen heis, zei u. Nou, ja, laten we dan maar beginnen. Hannes, stop de kiekers met boogwerk en maak die bed door en houd die dekbed weg. Wieso het dekbed weg? Ja, om Hannes en sluip hij op de bank. En dicht kies een paar mooie warme dekens. Jezus. Nou, het spiet me heel erg, maar zonder dekbed kan ik niet slopen. Ben ik zo gewend. Nou, het spijt me goed erg, Maaike, maar zonder mijn dekbed kan ik ook niet slopen, daar ben ik zo gewend. Maar is dat nou, oma Hannes? Dat is toch hartstikke lastig hier op de bank? Zo'n dekbed, dat glijdt tegen de avondklap hem leeg. Nou, dan zet ik er wel een stoel voor en dan kan dat niet wegkleien. Oma Hannes, kom nou. Nou, ik heb last van reuma en ik kan echt niet zonder mijn dekbed, hè? Hannes, nu moet zaten, ik heb zo voel, ik heb dat kind in dekbed. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Hannes. Ja. Maaike is hier een bezoek, hè? Moet zich toespullen, dus geef dat kind in dekbed.
zo beter kunnen doen, die dekbed geven is veel dikker als dat van mij namelijk. Ome Toen, als dat dekbed van onderhandeling zo dun is, dan zit ik dat inderdaad niet zitten. Ik slop altijd met het raam open, moet je weten. En als ik de kletsen wegkrijg, ben ik nog niet jurk met mijn zwake gezondheid. Oh, Maaike, die kind alles van mij vragen, hè? Maar niet mijn dekbed. Nou, laten we dan weer gaan moeilijkheden maken, hè? Dan pak ik mijn grij en dan kijk ik wel of ik terug inkom op mijn oude adres. Alles. Ik kom er geen zorgen, ik ga altijd doen. En Maaike! Maaike, maak alles maar niet lekker zo'n beetje. Toen de huur is wat het zit en anders krank huurt, hè? Geef nog maar goed die dekbed. Stel dat niet aan en dan drijven we de verwerping een stripje hoger, hè, Toen? Kom maar, Maaike. Kom maar. Ik lees het niet lekker. Dank je. En kan ik maar even zetten aan de doodje van Nellis als ze toegespeeld. Ja. Doe ik. Hannes, huh? Het koffer. Wacht maar, die twee valse krijgen. Kom er wel achter wat dit te betekenen heeft. Waarom ik met alle geweld heen moest moet komen wonen. Hollands glorie, de Bijbel van Nederland, Turks fruit, Russisch voorspel. Nou, wat een ruige homo's hebben ze, hè? Wacht maar, ik doe het erop! Oh, stik je? Dat is tijd van te kijken nu, hoor. Wat doet dat betekenen? Haal die vast, ik woon hier bij mijn twee oude homo's. Wat zo hé? Ik ben vanmorgen aangekomen met de ganse reuten met in mijn koffer. Hier waren ze vrienden liggen mijn gat te nemen en er een week kwam. Dan kon ik geen nee tegen zeggen. Vooral niet dat ze zo'n lekker ding in moest vond. Oh, dank je. Maar wat heeft die vogelkoei te betekenen? Wist je geen knap vogelje wie ik ben vangen? Nee, voor een spreker van begrijp je denk ik dat deur een vulste klein. En als ik je nagel is werd gevlogen, zit hij boven mijn dak. Kieken. Shit, is het op boven op het dak? Ja, dat zeg ik toch. Wie doet het? Ik heb weer die koeien, ik heb er wel hoe. Nee, wist je door gas van de ratten versnuffeld? Wist ik in een nek breken? Nee, alleen mijn klein hertje. Wacht, Flavius, leg mijn schoen binnen. Jaapie, er komen binnen kerels, gisteren. Ik heb altijd in de pakiet gezegd. Ik heb nog eens gegeven. Jaapie, wel gaan in de gevangenis van die troepen. Niet om lachen. Waar zijn die jongens van dicht? Die zien van mij een bed aan het versieren. Ken ik straks heerlijk even dicht eruit. Haha, ja ja. Maar als ik het goed begrepen heb, dan zien we net in vroeger weer echte buren. Ik had nooit durven denken dat die nog eens met tegen onder eindaaksjes lopen. Ik is niet beter zeggen wonen. Als ik slurp, dan zal ze ongetwijfeld verschrikkelijk snurken en voor die raar snoer te trekken. Weet je wat? Ik zal vandaag onder het slopen van tegen de spiegel kijken. Ja, toch zal de woonde niet lang duren, joh. Onze pap die wilde weer vertrekken. En je zit er pas? Gast, sinds 3 dagen, maar dan tilt er geen beert vol. Nee, dat zie ik wel aan mijn vroeger van niks. Ach, meidje. Vertel nog, waar is dat? Ja, dat werd die Nemus. Om de 10 minuten klinkt er in je geboen zijn geklopt, tot de schilderier de schijven aan de morgen hangen. En Nemus werd wel dat vanavond kunnen. Ja, als dat er lang te doorgaat, dan zie je allemaal riep van ver hooi. Kom, we moeten achter de oorzaak kunnen komen. Dat is je denken, joh. Ons man en de hoesbezin die hebben alles afgezocht, maar niks kunnen vinden. Waar ze dat moeten vinden zien. Ja. Nou, mijn Benny truc en nu wil dat we tussen moet, toch hem niks van hem. Ja, maar ik wil ook gaan niet vertrekken. Ik blijf zelfs genoeg hier heen wonen. Dat klinkt me geen muziek in de oren. Die meest trouwens best weten dat ik hier ben komen wonen en me in de buurt te zien van een lekker ding. Oh, en hoe woont het lekker ding dan? En je onderaan het is een perskop. Ach, bijke. En daarbij heb ik een rekening te vereffenen. Een rekening? Die twee zijn heilige engeltjes, he. Die hebben mijn moeder zalig vroeger het leven zo zorgen gemaakt dat ze er heel krank van is geworden. Alleen maar om tot zeer in haar kop worden te trouwen en die twee als twee oude vrijgezellen door het leven moesten. En dat, mijn beste Benny, dat zal ik wel met rente terug betalen. Ja, maar dat is niet netjes, Maaike. Niet netjes? Die dacht ze zeker niet dat die twee mij naast de liefde in hoes hebben gehoord. Al moeilijk, weet wel beter. Die twee die hadden er een bedoeling mee en ik kwam erachter wat het was. En ik dacht ook wel dat het twee van die godsvluchtige mensen waren. Die? Die stellen later nog de wekker van het nachtkastje van onze lieve hier in de hemel als ze lieten slopen. En die denkt dat ze wat met tik van plan zien? Nou, dat kun je toch moeilijk voorstellen. Zo zeker als waard. Waarom moest je met alle geweld hier in huis komen wonen? Om het toen, dat geeft mij zelfs zijn dekbed. Terwijl ze aan zijn gezicht ziet, ik hoop dat het zich eronder doet, zweet.
Nou, ik zal ervoor zorgen dat niet ik mijn heer je ordineer liet te zweten. Maak je niet te gekke, Mike. Het zijn nu wel die twee oude mempjes. Zeg maar, lever twee oude zuk. Dat ben me niet bang, ik heb mijn grenzen. Oh, kom, inderdaad, kut. Dan is het een pineut. Geef me die koeien, ook een leuke groep. Die goed, ben voorzichtig. Ben me niet bang, ik heb geen hoogtevrees. Weet je wat? Als ik nou hetzelfde raam geef, dan geef je me een bus op deze kant goed. Ja, is goed. Gewoon gerst op streek goed. Kom voor de bekker. Ik wens toch dat ik nog geen wetvrouw kan weren. Dan moet ik eerst iets met een zekere Benny organiseren. Ja, dicht met die grapjes. Kijk nog maar goed uit. André Veurwaarde. En dat is? Dat ze vanavond met mij naar de bioscoop geef. Dat is chantage. Ik vind het anders een goeie verrekte goed gevonden. Jor op jor. Ja, vooruit. Dan zit ik tegen Agor onder bij de voordeur. Zie ze wel? Dan ben ik wettelijk verplicht om eigenlijk met deze expeditie terug te keren. Zo, Maaike, we hebben die bed. Klop. Is dat nu alweer? Die koffer staat hier nog. Waar krijgen we nou weer? Misschien is het gewoon even naar het huisje of is nog die familie Nagel hier onder? Dat kind gooit het hele programma in de war. Kunnen we even doorgaan waar we net gebleven zijn, hè? Pak je de stok. Opgelet, klaar, starten maar. Jongen, dat het netje nou om moest komen, hè? Daar is helemaal niks meer aan te doen. Maar niet meten dat hier de baas kon komen speuren. Toen ik weet dat het vooral als goed idee was om er weer naartoe te horen, maar dat is zwierig. Maar één ding zeg ik tegen, ik pak mijn tien dekken. Toen dat kind ze niet maakt. Hannes, zwieg. Toen het is mijn dekbed. Hannes. Toen de wet schoot dat ik onder een wollen deken niet kan slopen. Hannes, zo ga ik niet. Wat ga je doen? Op, hap! Je zit te vliegen. Zeg maar, wat is dit taboet op dat dak? Met een vogelkooi? Ja, ik hoor je vogel vangen, maar dat is dat verregen om zich te laten vangen. Zeg, een beetje de grootwakker, vuur ik een kuntje zoet, joh. Die gaat van naar beneden kunnen vallen. Ach, nee, ome Toen. Zo laat ben ik gewend. Ik loop dukkers s'nachts over het dak rond. Ik ben een sloopwandeleer, moet je weten. Een sloopwandeleer? Ja, iedere keer als het was in mijn woonbuurt, dan kreeg ik zo'n raar gevoel in mijn maag. En dan wandel ik over het dak, in mijn nachtpom. Ik heb niks aan doen om mijn handje. Handje, ik heet Hannes, hoor. Oh, pardon. Ik vind handje veel leuker. Hannes, je weet toch eerder een stomme nezel? Wat? Maar wat ik nog moet zeggen, zijt je niet dat je weg moest? Oh, jongen, dat hij heeft een huis en dat heeft nog wel even gestield. Dat kan ik ook doen. Ik heb er wat voor op mij genomen. Ach, dat is attent. Dat valt niet leuk. Een box en een shirt en nog een blouseje, ondergoed. Had ik je vandaag gewassen, en anders heb ik morgen niks aan te trekken. Wat? Je kunt meteen beginnen, oma Hannes. Maar we hebben woensdag pas wasdag. Ja, het spijt me. Maar zo lang kan ik niet wachten om morgen de schoengoed te hebben voor aan te trekken. Ja. Met z'n wat? Hol ik favoriete was met de Lutikas. Struip ook de mouwen op en begin maar. Je wilt toch niet dat ook nichtje weer een vies verken overstroopt, hè? Wat zeg jij ervan om me toe? Ja, Hannes, je doet het maar. En voor angst vroeg ze mevrouw Hiering of die die gaat eens helpen. Hannes, hoe dat? Ik doe jou niet van Hannes! Dat was dat. Ach, ome Toen. Je wil natuurlijk ook iets te doen hebben, kan ik me voorstellen. Heb jij een paar schoonmuggen die fijn voor mij gaan poetsen? Maaike! Niks te maren. Je zei toch dat je voor Eme zou zorgen? Begin maar voor mij te zorgen, hè? Werkvrucht komt vanzelf. Denk ze, Maaike. Zeker weten. Wacht maar, dit is pas het begin. We hebben toch zo weinig tijd. Snel, voor die vogelkooi, dan zit onder op het balkon. Oh, hier staat ze. Stop, even relaxen. Relaxen? Ik vroeg jou of de kanarie weet wat dat is. Ik heb goed nieuws voor jou. Oh ja? Ik geloof dat ik weet wie de klopgeest is. Wat? Ik weet het? Voor 100%. Ik garandeer dat het in de langste tijd heeft geklopt. Weet je wat? We gaan eerst naar Jaapie van die gladde griepen. En het goede nieuws vertel ik straks. Op het balkon, zei ze. Ja, onder. Maar moet voorzichtig zien, hoor. Als ik het in de balkon. Dag, mevrouw Hiering. Oh, die juk van tegenwoordig toch, die juk toch. Ze zoeken de deur waar je niet open stond. Ze is zeker in de kerk geboren. Mm-hmm.
altijd geen. Ach, mens, maakt echt niet zo druk. Ja, maar... Ik heb het maar gezien. Hoe zit ik hem weg te lopen? Wat pech kan een mens hebben? Pech? Als met de betatten bevriezen en de kelder. Dat neem ik pas bij. En ik stel ook aansprakelijk. Interesseer me nog wat betatten. Die tuk heb ik al niet gezegd dat er twee rietjes in de kelderraam kapot zien. Ik heb ze niet kapot gemaakt, dat weet ik zeker. Ja, nou, dat zal wel. En even de kazine. Wanneer werden die eens geverfd? Er zit geen spatje verf mogen. Ik durf ze nog niet meer te wassen. Bang dat ze me in de nek vallen. En de lange kant ziet gewoon niet meer. Oh, twee keer is de huur al verhuurd. En wat is er gedaan? Niks. Gaar niks. Dat is toch te gek. Degene die het slechtste betalen, dat die altijd het hardste kwaken. Meent je mij toch mee? Och, wie zoelig. Wat is nou het Raymond Heur achterstaande peulenschilletje? Mevrouw van Opstal, wie duk heb ik ook al niet gezegd dat er ook nog andere financiële verplichtingen hebben? Dat weet ik, kind. En dan meegveld altijd nummer 0. Oké, zie je het. Ja, ik ben het maar niet doen. Dat schrik niet, hier. Dat is verschrikkelijke attenten, hoesbaas. Mevrouw van Opstal is er ook. En wat is er dan nu, mevrouw Iering? Ja. Ach, meneer Toen, kan ik mij misschien een beetje patatten mee lenen? Heb je, ik wil wat speklapjes mooien voor mijn man. Ach, dat is een moord. Ja, een speklappenmoord. Dan wil je mijn regens, ja? Kom maar even mee in de keuken, ik heb het gegeven, ik heb patatten meer. Hé, wat zin ik? Geen poetschoen. Och, had dat maar gezegd. Had ik wel voor ook gedaan. Ja, dat is een dameschoen. Ja, dat is van de sneekje Maaike, dat is vandaag al gekomen. Ach, vandaag al? Ach, wat leuk, vroeg! En mevrouw van Opstal, wat heb je hier op de lever? Ik moet eens komen kijken naar de afvoer in de keuken. Maar ik denk dat ik maar een andere keer terug kom, want zo te zien ziet je de eerste 24 minuten niet aanspreekbaar. Ach, wat is ze weer lollig, hè? Kom maar ook even mee, hè? Want wat gedaan is, is gedaan. Ja, hè? Dat is gebeurd, hè? Dank je wel. Ja, je hebt er zitten. Wacht maar. Ik groei meneer. Ermen Jaapie, ze kreeg van Ermen Maaike. Moest ik kijken wie dat meeste te krijgen, want het is familiseerde smeerlap. Ik heb ons een eigen bloem gegeven. Ja, loopt er nou maar even uitrusten. Vertel eens wie dat zit met die klok, Gijs. Met z'n allen, dat een hele natuurlijke oorzaak heet. Ja, maar dat zeg natuurlijk neus. Mevrouw Hiering zegt dat het de Gijs is van een meneer Dolman die bij ons in de Wuring heeft gewoond. Dat is interessant. Zeg mevrouw Hiering dat. Ja. Die luistert zeker in een sprookjes. Lommig niet lachen. Maar wacht eens. Dat is mechanisch een stom idee van mevrouw Hiering. Met z'n wat? We draaien de zaak om. Dat doen we. Wat wil ze omdraaien? We gaan de klopgeis met zijn eigen geluid uitdrijven. Ja, sorry jongen, dat begrijp ik als een arts van. Nou, dat is heel simpel. We gaan daar niet naar onder. Oh, door! Je hebt de grillen rond toe. Doe jij het weer. Dan sta ik aan de rijden zijn nek van het grillen gevolg van dit. Dank je meneer Toen. Die brengen terug, zoals ik nog in één keer ben geweest. Ja, in 2013. Je wat goed, ja, mevrouw Meijering. Oh, verdomme, dat is toch geen de mens meer. Wat is er met ook in de hand? Is die man van afstaan, hè? Ja, ik zal er even over. Is in de keuze. Mevrouw van Opstal is goed gedaan. Ja, vroeg in ja, wat is dat? Mevrouw van Opstal, het geit zo niet langer met gedaan. Ik ben niet gek, ik ben niet gek. Een schroefkaars of zo, hè? Nee. Wat is er gebeurd? Het zit weer gebouwd. Oh, waar is het dan voor? Ik woon nu al 3 dagen en terwijl ik in het hier vaste tijd en met regelmond, geboens en geklap. Ik kon zo de klok op gelijk zetten. Ik luister en loer, meneer weer gaat beginnen. En wat gebeurt er nou? Ja, niks. Ik heb geboens en je hebt geklap. Dat Davis ook met de sterkste zenuwen deed oet. Naar mijn mening en de mens rijdt op een volle regelmond. Ik ga niks muren. Ik val vlakker in. Dat heb ik gezegd. Totaal plem plem. Ach, waar is het toch weer? Zet. Oh, gelukkig, ik was ook al zo aangewend. Wat wil je binnen voor mij? Vandaag, wacht even. Wacht even. Zo, dat is gek.
toch met zich? Heeft zich niks gehuurd? Ja? Heb jij het geboet en geklopt? Nee, toen ik was net alleen een kans. Als ik je zeg dat hij het geboet en geklopt, dan heeft hij geboet en geklopt. Maar toen, ga je wel goed met zich? Moet ik tegen een dokter bellen of zoiets doen? We zullen iets voor te zien bij die betse boens en kloppen in, hè? Pak je de storm van boven, maar met die zoetwaard. En ze heeft zich nu ook al beklaagd, hè? Waarom er niet meer geklopt wordt. Nee! Die van onder, die van nagel. Hè? Opgelet. Kloog. Ja? Start hem maar. Ik zeg niet wel. Maar ik moet niet denken dat ik die wasgoed elke week aan zijn hemdjes en kijk kon doen, hè? Want dat kan dus echt niet gebeuren. Ik ben zeker niet zijn schroef, joh. Maak je niet druk tussen het mensen en het zo voor de tijd. Stoppen, doe dat stok weg! Ik ga het lezen. Nou heb ik weer een woordje geklapt. Huur ze dat maar, dus. Doe dat moest toch blijven dat die woord geklapt heeft. Waarom heb je deze keer dat ik het zelf huur? Je gaat er net toe, eerlijk woord, ging ze van. Hoe? Hoe kering schijnt je over te liggen van een dansende olifant? Ach, ach, dat is toch gewoon. Alleen maar dat is wat te klinken, de lotte huren wie het klinkt. Nou, wie zit hier gewoon rustig te lezen, ja? Te lezen, zeg je. Zo, kom. Huh? Zal ik ook eens wat zeggen? Als ik het dag eens hier, dan roep ik de politie. Want nou wil ik toch wel eens weten wat het is. De politie, laat me niet lachen. Die zien hier tegen ook machteloos. Ach, mevrouw, je hebt hier boven een reetje los. Ja, geen ganse fietsenstalling. Oh, mensen, in dit hoes blijf ik niet langer dan nodig is. Mijn zenuwen zijn al helemaal door de Filistijnen. En gelukkig heb ik nog niet alles goed gepakt. En het komt ook helemaal dood op weg. Vandaag moet ik weg. Weg. Huur ze net op een volgende afstand. Die willen al dan wel weg. Misschien dat je deze keer wel aan die hier engelen denkt. Nou, daar heb je toch geen fluit mee te maken. Oh, en een hele hoop vrouwtje. Meent je werkelijk dat ik altijd zin heb om patatten ganzen boven te slijpen? Ja, mevrouw, wil je wel voor ons nog een keer een namelijke patatten mee naar boven doen als ze toch naar boven komt? Geen, meneer Toen, maar dat geven ze zien op. Dat kan niet, ik heb gisteren weer hier besteld. Oh, maar dat wist ik niet. Oh, ik dacht dat we een ganse weekend... Wat? Dat ging het ganse weekend op een huiltje misbieten. Och, dan geef ik me van dat eimerke, kon ik het meteen hier. Eimerke heb je nog onder in de kelder, toch? Oh, nou, dan wil ik dat meteen maar horen, hè? Ja. Wie strakjes. Wie strakjes. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat een avond, ik snap er niks van. Och, we hebben weer patat. Even die vallen. Ja, maar toen mevrouw van opstand is in de keuken, hè? Och, ik zit aan het werk. Ik doe de deur dicht en ik zet wel even een stoel voor de deur. Ik weet niet of dat wel een goed idee is, huur. Maar ja, die moest maar weten. Opgewit. Ja. Kloog. Ja. Start hem maar. Wat is dat? Mevrouw Hiering had geliefd. Er is wel een keizer. Mevrouw van opstand. Er is die. Mevrouw van opstand. Oh. Huurt je niks? Ja, huur. Dat je weet nog altijd nog doen gelukkig dat je klopt van die bovenkum. Oh. Dat is toch een goed die veld te springen? Ja. Mevrouw van opstand, je moet wat doen en het kan me niet schelen wat. Je moet wat doen, ja. Dat zal ik, zo hoor ik van opstand uit. Ben ik eigenlijk van meneer Dorman natuurlijk! Hannes, dat is hier boven op een kruk gouden bolken te breien. Ja, dat kan wel zien, maar ik lig hier van ondersteen op die bank liggen, hè? Ik doe dat ding voor een 1000 euro. Hannes, stel het niet aan. Nee, toen, ik doe dat echt niet, ik kon hier niet boven liggen. Husse, dit is toch gestopt? Oh, werkelijk, man. Graal zo goed, ik ben ganse niet. Ik dacht een gek van te weer. Stond ik me door mijn aanrecht met het patatemeel, geef ik de mens van hoei, en toen weer boem, boem, boem. Wat is dit hier toch voor een gekke hoes? Ja. Dat een arme ziel toch geen rust kan vinden, hè? Zit je eigenlijk goed bekend met meneer Stoer? Ja. Nou, dan moet je ten laatste laten komen met een flinke emmer wiewater. Wiewater? Waarom wiewater? Ja, maar weet je dat dan niet? De ene doe je of de andere doe je naar zich toe. Ik zal ook dit zeggen, hè. We krijgen in dit hoes niet ieder huis. Wie staat er een nieslagoffer is geworden? Oh, toen is ze er nou? Maar is dat die kletsbreutjes? Nee, niks kletsbreutjes, huur. Ik weet het van een schoonzusje van mij.
dat zijn broer dat woonde ook in zo'n spookhuis. En nog 8 dagen was ze een leek. Zo ze fijn met te kijken. Ja. Oh, je dat kind toch niet? Ja, dat kind zeker. S'avonds ging er rustig en gezond naar bed. En s'morgens kussen voor eeuwig lieve leven. Dus dat doet ook voor mijn ouders. Dat kind dat ik bang ben voor de nacht. Ik ook. En dan moesten ze de man nog stil voor mij hebben. Oh. Het sliep zo vast. Ja. Dan werd nog niet wakker als zijn vrouw neer uit de bed gestolen. Ja. Maar hier maar gelukkig, je hebt een flink vrouw met zijn moes gehoord, hè? Flink is het wel, ja. Wat is het eigenlijk? Volgens mij ben je nu je van Nagel hieronder. Als ik het al niet dacht. Je riep toch wel dat je mij een zware verantwoording op de nek gehoord hebt, hè? Een zware verantwoording? Ja, natuurlijk. De jonge knal hieronder en het meertje hierboven. Ach, we weten toch allemaal wie dat geet, hè? Maar nee, geen natuurlijk nergens over van. Een mooie ver zweef overal rond, ook in dit hoes. Maar een vrouw hierin? Ja, natuurlijk. Ach, als ik vrij goed kon vertellen, hoe jij. Heb je het letter niet in de krant gelezen? Wat? Nee, vermoord oude tante voor schemelen 20 euro. 20 euro? Ik wil verder niet schoonmaken, maar wat moet je die van hebben? Van die criminele televisiefilms, zeker weten. Zoiets zal een Maaike toch nooit doen? Toch? Oh, ik zou het niet weten, maar misschien is het wel lid van zijn criminele bende. Misschien staat het wel in het politieregister. Dat kan. Mijn kinderen de mens, dat slot er wel voor de kop kieken, hè. En maar niet erin. Oh, stond ik hier te praten en ik moet mijn spekken laten stoppen te praten. Hier, einde goede woord. Houd alles goed in de gaten. Een ongeluk is gauw gebeurd. Ja. Wie straks dan, hè? Straks, ja. Dag, mooi, ja. Och ja, veel had ik het vergeten, hè? Vanavond komt de laatste in je baantje op de televisie. Of als je zin hebt, kom je gezellig naar onder. Kunnen we gezellig samen griezelen, hè? Ja, ja. Ik geloof dat er in deze aflevering 2 broers een zijde weer gebracht. Wat? Als je zin hebt, dan zorg ik maar voor de koffie, hè? Ach, je kijkt maar voor de koffie straks dan, hè? Ja, maar mens, ik heb toch zeker geen ook in de mineruk. Als je dat kunt geven, dan moet je ook eens kijken. En de vrouw van opstaan? Niks. Niks. Is me hierboven, dan klap het onder. Is me onder, dan klap het hierboven. Ja, met het begrip dat ik me goed leggen. Het is een geis, zeg ik ook. Wat? Het is een geis, zeg ik ook. Als dat een geis is, dan ben ik Alibaba de 40 groeven. Dat kan wel zo zien, maar ik raad wel even mijn ganse lief, heb je dat wel? Nou, moet ik doen, man. Blubbe. Ja, de parkiet natuurlijk. Wat zei ik? Heb je de loodgeter in hoes? Nee, Maaike, dat is de huurpas in, mevrouw van Opstal. Kijk eens aan, de hoes best zelf. Fijn met kennis te maken. Daar, ik ben zeker dat ligt maar niet weer hier. Dat klopt. Het kan trouwens wel goed doen tot ik ook je tref. Kent je mijn naam in het huurcontract vermelden? Huh? Het huurcontract? Waarom dat? Ja, ik vroeg dat uit zekerheid, hè. Stelt er mijn 2 lieve oomes. Al ben ze tijdelijk met het eeuwige verwisselen, stond ik tenminste niet direct op straat. Maar Maaike! Ja, je ziet ook allebei al oud en de mens knikt er zoet als ze noemt. Maar mijn zoetmerkelijkheid, dat heeft die oomers wat hier zijn toestemmen. Ja. Toestemmen? Dat doen ze. Dat doen ze zeker. Anders dan zou ik mijn 2 lieve oomers niet kennen. Is het niet, ome Toen? Ik weet het niet. En jij dan, ome Hannes, wat zeg jij ervan? Ik weet het eigenlijk ook niet. Dus je weet het allebei niet? Goed, laat ook maar zitten. Mag niet doen. Schiet de pieboet, god even toch alles. Huh? Maaike, dus geen brug hoor ik, wil er niet goed van. Je dacht eigenlijk nog lang niet aan hoe het kon toch doen? Dan moet je niet te vlot zeggen, je oma Hannes. Je hebt de leeftijd en je zit van 90% in de uitstervende generatie. Zeg, juffrouw, zo is het wel zelf geweest. Ze schade net zo tegen die oomers te praten, want die maakt ze bang. Ja. Dat is toch gans normaal? Vroeg of laat hebben we toch allemaal grazen op onze boek. En van die 2 is de carrosserie al behoorlijk versleten. Oma Hannes, lieve de kukskus. Toch kunnen we het hier de laatste paar dagen best gezellig hebben samen. Stel dat het voor nee niet zo gemakkelijk voor het spook hier namelijk. Ja, dat heb ik gehuurd. Zal wel hot warm in de belk zitten. Wat? Hot warm? Ja, dan moet het anders zien. Of dat je soms te min 2 lieve oomers iedere dag een klopconcert in S-duur organiseren.
Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, dat zie ik ook niet net van ook hebben gevonden. Nee, volgens mij is het er altijd wel. Beste middel doorsteken is de brandweer bellen en de zaak laten platbranden. Zeg je mevrouw, ik zeg dat het in die bovenkamer niet richting tegen. Dat kind zien, maar in hoe is des te beter. Of wilt je alle monden van haar weer gebracht? Dat je mevrouw Hiering zit, dat de gijs is van meneer Dolman zaliger. Zeg mevrouw Hiering dat, ja. Dat kind natuurlijk ook. Ach, had dat op, dat is allemaal wazel van dat mens. Dan moet je niet te vlot zeggen, mevrouw van Norrestal. Er zit meer tussen hemel en neer dan waar wij bij het van hebben. Ik wil er gewoon niet goed van iemand even gaan zitten. Ja, nee, doe nou maar, Hannes. Nee? Dat is het ergste wat je in zo'n geval kunt doen. Je kunt veel beter een tas koffie zetten. Knappen we allemaal wat van op, hè? Maar je hebt graag een koffie meer. Ja, dan moet het gehold weer. Ik heb trouwens ook nog niks verzindelijks gegeten en honger wie een beert. Oh. Hannes, moet dan maar een... de boete nog je zanden gaat vergooid worden, hè? Dus dat is de plaats waar je ook geld voor doet. Wieso? Stel nu een beetje lichtzinnig van al om en toe. Zo? Ik meen in deze gevaarlijke tieën. Geef oma Hannes maar een tientje extra mee. Kan daar ook gebak kopen. Je krijgt tenslotte niet iedere dag bezoek, is het niet? Nee. Hé, hey, Hannes. Nou, dan woon ik maar, hè. Zet geen vaste tassen kloor om en toe. Ja, dat doe ik dan maar, hè. Oh, dit is wel van plat. Oh, dat is van morgen. Ik ben gewoon bang. Ik bang in razel. Echt? Heb je die oom al met dit gesproken? Zeker. Ik heb het niet gehaald. Ik heb het niet. Ga je ermee akkoord? Heel zeker. Ik weet alleen nog niet voor mij. Het van mijn boekhouding. De belastingpapieren invullen, zoals die app die oom is gezegd. Ben je toch zeker niet gek? Dat ben ik toch een juvenaar, dat gebeurt niks. Trouwens, ik ben hier met vakantie en niet om nog papieren in te vullen. Ja, maar wat is dat nou? Daarom heb ik eens gezegd dat het goed was. Ja, dat doet mijn oom is dat toch zelf? Wacht even. Hey. Ja, ik ben niet. Nee. Dit is onze hoesbaas, mevrouw van Opstal. Ja, we kennen elkaar al. Dat klopt, we kennen elkaar al. Mevrouw van Opstal. Ja, zeg het maar. Moet ik je ook wat vragen? Maar natuurlijk, ja. Meneer Nagel, zeg het maar. Heb ik misschien mijn hand in ook hand door te leggen? Ja? Oh, neem me niet kwalijk. Wordt die tang ook mee naar bed genomen? Ik wil even naar de afval kijken in de keuken, want die is verstopt. Nou, dat kan wat op morgen wachten. Hebben goeie in het water was zo lang in de geurt. Ook werkzaamheden komen niet gelegen op het moment. Nou, dan gewoon ik dan maar. Dagen ze van de Opstal. Opstal. Oh, Maaike. Het lijkt wel of ze een wegmoes hebben. Die zoot ik met een koeien over op te vreten en dat kan ik niet hebben. Punt. Oh, dat ben ik misschien nog typen. Maar zijn niet het mine. Je hebt toch typen, ik kijk mijn mond eraan. Is het meentje misschien zo'n beetje jaloers? Op die waterpompdag, specialisten! Nou, dat hoeft niet hier. Ik val meer op een meentje wat achter het klopgeheim is gekomen. En toch geef ik het nog niet. Zit die mensen vriendelijk voor ons? Die hebben onze eigen bloemen nog gegeven. Ja, dat ken ik. Die nemen meer dan tot ze geven. Ja, maar waarom? Ik heb toch zelf gezien wie daar ene met een boog op de tafel waren meppen en dan allemaal met een stok op de grond waren kloppen. Waarom zullen ze dat doen? Ja, waarom? Dat weet ik toch ook allemaal niet? Maar ik kom er wel achter. In ieder geval zullen ze ervan luisteren. Ja, ik heb toch geen goed gevoel, Leuven, joh. Wie? Van de krep kloppen met een stek tegen het plafond hieronder. Benny, alleen op deze manier. Die motten in haar eigen vet gaar smoren, of wil ik weer verhoezen? Ja, nee, maar als het niks te maren. Zo krijg je weer rust en vrede in hoes. Niet anders. Denk ze? Zeker weten. Wat zo wat ik zin in heb. Nou? En mijn vleeg in de armen om de geer te slaan en die lekker te knoefelen. En waarom buit het beetje dat dan niet? En dat dan juist op dat moment doen we toe en binnenkom met de afkeurende blik in zijn ogen en de stoel de politie te bellen wegens onzedelijk gedrag. Ja. Maar de kent ze me natuurlijk wel vast een veurschot geven. Een veurschot? Hoe besteed dat dan uit? En de kerstmol? Oh nee, daar klopt niks van in. Mensen dat op een eerdere kerstmol. Doe eens mijn bakzillen weer even gedragen. En die van mij die willen toch geen hoed geloten weer, dus ik kom. Op die goed, ik hoop die ogen van dicht. Dat maakt niet niks uit als ze nog zo zaken uit dat ze niet meer.
Wat een pokkenbel. Kent ze niet dat ze die eigen bakcellen moet worden? Potverdorie, we de stad slijpen, zeg. Het verdient dat we je lef krijgen. Van allemaal de trappen luiden, krijg je communisme in de knieën. Dat ik ben zeker het nichtje van die hier in. Dat klopt. En jij hebt een tattenvruik. Ik ben mevrouw Hierik en ik help je nog eens af en toe een heintje. Nou, dat is vriendelijk vanochtend. Ja. Zeg je, allerliefste schat, ik rond er even vandoor, hè. Ik heb nog een hoop te doen. Maar ik zie die straks wel weer. Is goed, links dich nog aan. Ja, dat komt allemaal in orde. Zeg, goeie dag, mevrouw Hierik. Als ik tegen de goede rok begeer, hè, meetje, zie ik de knel maar links van te liggen. Ja. Wieso, hè? Wat bedoelt je dan mij? Ja, maar wat zegt dat dan niet? Die hebben die ooms, die familie, hè, heeft die ooms de winning onder afgenomen. Ah ja? Jazeker. Ja, niet direct, maar meer indirect, hè. Mensen die ooms die willen heel graag die winning onder hebben. Maar die kunnen op zelf niet van hun hoed bezinnen, hebben ze niet gegeven. Kent ze zich dat voorstellen? Niet gegeven aan de andere bewoners van dit hoes. Dat is het. Meent ze? Oh, niks, ik dacht even hard op. Ja, maar ja, we weten natuurlijk allemaal waarom die vandaag die huurling ondergekregen hebben. Je hebt het tenslotte niet de ogen in de test zitten, hè? Maar gelukkig is binnenkort alles weer goed, want die vertrekken weer. Oh ja? Ja, dat komt door de... Oh nee, Lopping was wie. Ik zal zich alleen maar bang maken. Maar laat alles maar aan mij over. Ik zal wel zorgen dat die ooms van dicht die woning niet onderkrijgen. Dat ze, mijn man die kent namelijk die chef van de afdeling van de gemeente van de hoesvesting, die geeft over de verdeling van de woningen. Ja. Nou fijn, hoeven we ons toch niet druk over te maken, hè? Nee. Zegt het knokken van die onder is wel knap om te zien, maar ik dacht wel er maar de vingers van haar floten. Oeh! Wie meent je dat? Wat heb je tegen hem? Nou, ik? Niks. God, bewaar mij. Mij heeft er niks gedaan. Tot slot al een wies genoeg om te weten wat het duidt. Wat dat er nog aan van? Met zo'n oud scharminkel. Is dat niet te geloven? Kent je misschien wat duidelijker weer, mevrouw Hierik? Nou, laat eens eerlijk zien. Dat met die mevrouw van opstaat, het is toch geen zuivere koffie? Waarom hebben die winning gekregen? Toeval! Met dat katwies. Zal ik toch eens wat vertellen, mevrouw Hierik? Ja, meetje. De familie Nagel heeft jarenlang in een kleine, vochtige, bekrompen buurling gezeten. En als er eens recht op wat beters, dan zien zij het wel. En wat de jonge Nierennagel betreft, dat is de meest fatsoenlijke jong die hij op deze eerd rondloopt. En als je nog langer leugens over hem rond bent, dan ziet gij bij de eerste volgende heksenverbranding nummer 1. Zo, dat was het. Ho, ho! Tekste, ho, ho, ho! Ik doe of dat we al eerlijkheid gezegd hebben. Dat was ik toch niet weten? Dat werd je nodig. Wat een vrek spoeltje. Kies even, mevrouw Hierik. Het is een onderbjorging voor de voordeur. Ik denk dat je dat vergeet te zien mij naar boven te nemen. Dan hoef je nog niet een keer extra te lopen, hè? Oh, wat heb je gisteren met een ding met mijn patatten te maken? Bemeu jou! Zie dat wij die dieren bent? Ja, dat kan ik me voorstellen. Kijk, dit is de kelder neer te van ons, hè? En door het volgende hekwerk heb ik kinderen zitten die geen patat in de kelder eet. Hij zei het eindelijk met patatten van die ooms. Maar waar komen die patatten van uur dan vanaf? U voelde het niet interessant, hoes. Dat kan ik toch wel vertellen. Dag ik. Ach, meneer Nagel. Drink je ook een tas koffie mee? Nee, sorry, meneer Engelen, maak ik weinig. Die mond weer vandoor, hè. Van grote dode onder. Ik kwam alleen maar even het patat eindelijk van mevrouw Hierik naar boven brengen. Doorstij het. Dat is vriendelijk van ook, hè. Dat had mevrouw Hierik veel trappen bespaard. Ja. Maak het, laat ik even goed. Is goed. Aie, schat. Aie. Nou, wat gaan we doen? Ik ben toch zo blij dat ik even jou in hoes wil. Oh, anders ik kwam ik heel blij. Dan moet je me gaan vertellen waarom ik hier woon. Dan moet ik een reën voorzien, hè, hoor. Reën?
Dit is toch familie? Je bent toch gezag? Ons eigen vlees en bloed. Ik dacht niet dat je zoveel familieleden had. Ik ga niet zitten in de mensenkens vergissen, is nog. Och, dat is aan de zaal. Tot hier ook, ik vergrijp van de honger. Hey, toen ze hadden die goedkope gebekjes niet hier, dus ik heb cake geholpen. Die helpt zich lekker lang en zit er veel plekjes in, hè? Ik heb wel twee cakes al, Boemanus. Maar dat is gaar niet goed voor ik een beetje. Al voor de bek, hoor. Oh. Ik had nog wat koffie gevonden, dat is dan nog wel doorgelopen. Oh, dat is goed. Dat ziet er lekker goed. Ik kan niet even wachten, Maaike, dan pakt hij een tel of anders. Dan voor mij even speur. Oh. Zeg, Maaike, kost je niet even wachten? Jawel, ik ben in de vers nog op het tweede stuk. Trouwens, vet dat ik het vergeet. Ik moet vanavond naar de bioscoop. Ik heb wel roeien zetten hier. Ik heb geen kwast. Ik geloof niet dat we nog geld in hoes hebben. Ja, ik moet toch geen geld zien te komen. Al moet ik erin dus de nek voor hem draaien. Toen heb je echt een geld in hoes. Maaike, 5 euro of zo. Nee, laat maar zitten. Dan kun je nog aan de Big Mac voor. Ik heb al mijn 5 euro van het wisselgeld toen. Dat is al 10. Minstens 20. 20? Ja, 20 euro. Toen, hier kan ons even in de geldkist of we nog wat geld hebben. Oh! Ome Toen, het geldkistje staat in de keuken, onder de polingsteen, achter de ketels. Oh, wat zit dat van? Ik heb een bepot geld in de steen. Zo, Maaike. En wat voor een film rijdt er eigenlijk? Liefde en Marcenicum. Dat zo niet voor mij zien. Wat? Liefde? Of Arsenicum? Of allebei? Doen! Kijk eens, Maaike. Ik heb het op de kalender geschreven. Schrijf het ervan een keer op de spiegel, kan ik het tenminste uitvegen. Wat een paar geweldige omens heb ik toch, ja. Ik snap niet dat mijn vader zegt dat je zo'n oude kraaien ziet. Oh, haaien. Toen, ik ben bang. Dat is toch van plan. Dat moet vandaag nog een oezoet, joh. Ik blijf met die veer een dag langer dan onder de dak heen. Want dat vergeeft hij ons nog. Of dat draait ons te nergen met z'n ze zien. Ik wist gewoon niet dat dat zo vlug als u komen. Oh, en wie is er een duizend interesseert me niet. Ik zeg maar dat het in de oezoet. Oh, het maakt me niet uit wie. Oh. Ik meen het toch alleen maar goed. Oh, ik blijf echt net geen dag langer met die veer onder in daken. Echt, die doet het niet. Mijn hart slijt koel al van u voor alleen als ik aan drink. Ik kom weer goed het geduns. Oh, doe het. Als we dadelijk zien het slopen, dan bereidt het ons te nekken. Ik krijg er voor kippen wel, man. Oh, we hebben weer dan verdiend. We knieën het hier op keutels. Ah, bespaar me die opmonterende spreekbeurt, joh. Ze heb ik wel een twee weer goed het geduns. Kom, ik heb toch altijd zo goed genomen de medemens. Oh, wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat, hé. Wie weet wat dit nog allemaal te wachten staat, hé. Ah! Daar is ze weer! Nee, de geest van meneer Dolman! Meneer Engelen, de brief toch kalm. Als we het crimineel achter stik hebben, de dames moeten pakken. Wat moet je mee? Ik mijn samenvatten. Dus vandaag om 1:30 was ze er nog. Ja. En je hebt niks gehuurd. Nee. Heb je de melk kopen of zoiets? Nee, ook niet. Oh, dat is gek. En het geld was ook weg, zag je? Ja. Dat is natuurlijk heel verdaagd. Zullen we niet kunnen zien dat ik gewoon op de wegbrus gewoon een paar gedetjes te horen? Gedetjes horen bij de bek, we liggen te krijgen die sleutels toch. Ja, dat kan natuurlijk niet. Tja, meneer Engelen, dan vrees ik dat we eerst moeten voorbereiden op iets heel ergs. En ik kan het weten, ik heb alle Agatha Christie-boeken. Het spiet me, alles vies in die richting. Ik zal niet dat zeggen. Wees 1:30 vandaag hebben we hier op Maaike gewacht. In het duister. Het is niet gekomen daar. En het is niet gekomen? Zeg ik toch, het is niet gekomen. Mag ik even recapituleren, samenvatten. We moeten het heel precies weten. En toen zit hier nog schoolkamer gegaan?
Ja, ik kreeg het koud en dan ben ik maar naar bed gegaan. Is het gewoon meteen in slaap gevallen? Dat weet ik niet. Zo'n beetje half weg zag ik een kindje daar. Mm-hmm. En dan werd ze dan nog altijd niet, maar of ze nog wel of ze niet geslapen hebben, snap je? Op een gegeven moment schrok ik wakker. Buiten in het zweet. Ik ging erop zitten en ik luisterde. Ik hoorde niks. Ik denk, ja, dat is allemaal in slaap gevallen. Zie. Maar wanneer heb je nou gemerkt dat het er niet meer was? Vanmorgen, wie ik wakker word. Ik luisterde of de klok sloeg. En die sloeg niet. Ja, dat klopt. Je was stil, lieve stom. Ja, om 16:30. En dat was precies de tijd dat zijn moeder gestorven is. Ik weet niet, die is de ganze nacht niet komen opdagen, die heeft er bent niet aangeraakt. Zeer vreemd, als je het mee vroeg, zeer vreemd. Oh, ik kon mezelf, ik weet niet wat aandoen. Ik heb me gisteravond nog gesmeken een beer te blijven. En ik hulle wel, ik heb gezegd dat ik niet zo moest aanstellen. Oh, je arme broer. Blijf nou toch kalm, meneer. Ik ben rustig nog maar. We moeten dit meteen van het eerste. Ik heb het eind weer drie geschoten. Wolven en schotskleier zien het allemaal. Hoe is het eigenlijk? Het is gisteravond met een knul van die honden naar de bioscoop gegaan. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Wie ik vandaag om 14:30 nog even in de kerk. Wie ik gisteravond nog even in de kerk om zien, stonden die wie aan mijn kaagplekken in de vuurder. Je vindt tegenwoordig heel graag en fatsoen meer, hè? Dus kun je vroeger met afstandsbediening gevreed? Nee, mevrouw, dan wel met deug. Nou, ik luif veel zalig. Dames en heren, met dat geschreven. We hebben nog allemaal zorg in onze kop. Oh, 14:30, zag je? Ja. Wat dat ik moet het gebeurd zien. Oh, net toen ook gebeurd, man. Het broer werd er niks meer van nu. Het is hier altijd. Het is altijd het ergste voor de mensen die achterblijven. Maar mij moet maar niet drukken. Je hebt mij toch nog. Ik snap niet wat Maaike voor bedoelingen heeft gehad. Het geld, zeg ik, het geld. Het geld? Oh, wat dat is verschrikkelijk. Ik wil net een tientje komen lenen. Dat is de man van de lotto die komt vanmiddag voor
zijn geld. Ja, maar dan heb je pech gehad. Alle geld is weg. Voetie. Oh, maar dat is toch wel verschrikkelijk voor mij. Kom hier, ik ben verloofd natuurlijk. En weet je wat? Ik ga meteen een collecte organiseren. Maar goed, de eerste financiële nood te redden, hè? Ja. Ik wil ook meteen even langs de deuren voor een geld op te horen voor een graafstuk. Namens de buurt en de hoesbewoners, hè? Nou, draaf toch niet zo door, mevrouw Hiering. We weten toch nog niks. Nou, kijk, net die gierige mijn tabbeltje moest geven. Wie met een dom, dan heb ik ook al de handen op de knip gehouden. Oh, klets toch niet, ik wil alleen maar zekerheid hebben. Nou, wie met een dom, dan hadden we dat heel zeker. Ach, misschien kan de dom nog wel af en toe heen kloppen om ook te bedanken voor een spontane gulheid. Even kloppen gesproken. Heb jij eigenlijk nog wat gehuurd vanmorgen? Ik niet. En jij, meneer Toen? Ik ook niet. Susse nou wel. Denk, klop, jij zit een nieslagoffer gehold en eindelijk rust gevonden. Het is alleen zond dat het ook Johannes moet zien, hè. Ach, zo ziet ze nou weer. Interdustere wolk en een gouden reintje. Ik begreep niet wat dat ermee te maken heeft. Oh nee? En wij hebben hier meestal druk gemaakt over die eeuwigdurende klopsessies. Ik ben blij dat het eindelijk afgelopen is. Zo. Dan kan ik de politie bellen, of we een leak hebben of niet. Ach meneer Toen, voordat ik het vergeet, hè. Ook broer had zo'n prachtig broenwolle vers. Voordat je dat weet. Dat is wel heel wichtig. Mevrouw Hiering, nou is het zat geweest. Maak het geen werk op. Ja, maar mijn man in een vers nu, hè. Ik dacht nog wel vroeg, hè. Luister maar niet naar u, meneer Engel. Hij zit hersens wie een kip en de mond wie een zilpeer. Oh, ik geef u willen die keer dat ik steek. Dan moet je maar even mee wachten, want hier is de andere slag afgezet. Nee, hoe is dat niet? Ik heb u vooral al gezocht. In de slaapkamer, onder de bedden, in de kasten, overal. Ergens moet ze hem toch verstopt hebben. Zag je niet dat het meteen ook naar de film is geweest? Ja, ik heb hem ook nog geld gegeven, ook nog. Maar dan moet hij er toch eigenlijk meer van weten, of niet soms? Dit speelt met die moordenares onder een hutje, dat zeg ik u. Nee, dat denk ik niet. Hij is ook er zo lekker. Hij is ook er zo fatsoenlijk en zo eerlijk ook. Oh, dus, nee, Hannes, maar ik maak wel Hannes. Weer op. Nee, wie zit er? Ja, ik zeg mevrouw Hiering, zit er in je moeders gebleven. Ja, dat klopt. Alles wist in die richting, meneer En wie is het? Meneer Hannes Engelen. Oh, net toch? Ja, jammer genoeg wel. Ik kom juist op tijd, meneer Nagel. Ik was toch, misschien kunt u zelf ook wel eens over de oefen met de jonge dame. Van mij, meent gij? Ja. We waren op de film, ja. Zo, en toen? En toen is hij weer hoes gelopen. Zo, gelopen, en toen? En toen heb je onder aan de deur nog wat staan, grote. Zo stond te praten. En toen? En toen, toen... Zeg, is het een kruis voor u of zo? Eben zei toch vannacht om 13:30 bij de veerders in stond. Ja, dus? En omstreeks de tijd moet het gebeuren zien. Nou, wat je niet zegt. En vanaf dat moment is de jonge dame ontvluchting. Kind Stegels vertellen waar het gebleven is, meneer Nagel. En denkt eraan de hoorrijd en niks anders dan de hoorrijd, meneer Nagel. Oh, wacht eens even. Geen meent dat meike? Zeg jongeman, dat is niet te lachen. Nee, dat is om daar niet op te lachen. Dat is om te brullen. Niet nog een kind zeggen dat zo goed. Ik vind het gelukkig beter dat dat geen kind. Maar ik zie nog geen vleeggoor doen. Is er ons dan vertellen waar meneer Hannes Engelen is gebleven? Oh ja, dat ken ik. Maar zou ik je blijven vandaag maken, zeg ik geen woord. Ik heb het over op de deur gedaan. Zo, geen woord. Maaike is weg. Meneer Hannes Engelen is weg. Ik moest toch toegeven dat dat heel veel dag is, of niet, Jos? Oh ja, heel veel dag.
misschien zitten we ze al samen. Dat ze doet! Oh, je had hier nog te kijken, maar ben je nog een elke dat hier hoor. Ergens moeten ze zien. Maar ik zal het niet vertellen hoor. Als de politie is, dan moest ik het wel vertellen. Oh, wacht even. Oh. Ik word blijven niet ik dat zelf wil, hè. Als mij een moordenaar is, dan ben ik Robin Hood. Dat is grappig. Mam! Nou, ik heb wat mee in de handen. Mevrouw Hiering kunt geld ophoren voor de kraamstak. Dus vooral, mevrouw Hiering is er meteen boter bij de vis. Ze dacht dat ze. Mijke, die werd even beschuldigd door die kier van dat hij alles ingeleerd heeft. Dat is niet hoor. Goed dat je eens ziet, mevrouw Nager. Want meteen onder de kelder was ook een groepje bij. Is dit alleen rein gek geboren in dit hoes? Ja. Mijke zo eens vermoord hebben. Dan blijf ik aan de slaags van. Dus wie is in die richting? En wat moeten we in die kelder? Diep zoeken. Je moet hier toch ergens in hoes zien. En de kelders liggen met de heel geschikste plaats op weer. Nou, ja. Wacht eens even. Toen ik vanmorgen in de kelder was, zag ik dat er weer plank van het hekwerk af waren. Dat was gisteren nog niet, dat weet ik heel zeker. Zus wel, door hersenen al. Kom. Wat is dit? Ja. Ja, ik kom toch even mee kijken. Ja. Die vind mij even niet herinneren. Ja, dat is goed, man. Ja. Oh, ja, boer. Ach ja, zo wat kan er in mijn leven gebeuren, hè, meneer Ingele? Oh, ik heb toch zo'n medley met hem. Oh, daar geloof ik niks van. Wat is dit? Houd dat geen medley hebt met andere mensen. Ik was een goeie katholiek. Oh, ja, een goeie katholiek. Maar dat toch alleen maar met de mond, hè? Heb je met een zusje, de moeder van Maaike, één minuut met die je gehad? Nee. Je hebt uw melk valsheid en een kwoldheid het leven tot een hel gemaakt. Dat heb ik niet meer te trekken, wie te vermoorden. Oh nee? Eén keer nog niet zo. Maar ja. Jongen, nog zijn niet alle mensen zo slecht wie het geen denk. Ik heb nooit even wat in de wijk gelacht. Nee, je zult niet tussen deze vier moorden met een meisje katholieke gedachten. En is dat een zund? Nee, dat duurt pas een zund als die katholieke gedachte negatief geïnterpreteerd weer tot eigen voordeel. Ha, kan begrijpen niet meer zitten dat je niemand in een ras. Oh, ik wist niet in de vraag. Wat is dit voor een opdracht, jongen? Dag, Benny. Hé, hey, er is immers vermoord. Huh? Ja, zoem maar vermoord. maar ik wil mijn handen dus werken. Hoe is die hier dan? Die hebben ze dus vermoord. Zeg dat nog eens. Oom Hannes is op deze eerd verloren. Dat vind ik wel heel erg. Dit is een kerstmoedje blozen. Ja, die was een hele stoute moordenaar. Oh joh, sorry mensen, dat mocht je wel ik al vergeten. Een van mijn routineklusjes, die vergeet ik nogal gewoon. Oh, die kun je er nog toe ook nog. Het heeft toch geen enkele zin om het te ontkennen om het doen, als je toch al alles weet. Oh, en Oom Hannes. Wat weet Erem, hij heeft het nou toch veel beter dan Hebioch. Zijn leven was toch van een onbesproken gedrag. Deze linie recta van deze bank het paradiesje bovenin gevlogen. Die leek nu onder een hemels dekbed gouden betatten te schellen. Veel erger is dat verborgen om het doen. Voor mij? Jij moet het allemaal nog meemaken, daar ontkomt je niet aan. Als je mij zorgt, dan ook boek haalt een klap als je bij Peters in de hemel aankomt. Oh, Mike, ik maak ze niet bang. Je hoeft toch niet bang te zien en doe het gewoon. Je hebt toch zoveel goeds gedaan in nog leven? Het had misschien hier of toch een beetje beter gekund. Nee, toch. Iedere mens is toch wel eens geneigd om te kwooien. Geef toch niet om het toe, hè? Oh, ik ben toch niet beter dan al die andere mensen. Heb je al bent toch zwarte ziel ontdekt? Moet je me ook vertellen waarom je met alle geweld heen en hoes moest komen wonen? En kom niet aanzetten met het smoesje dat het is om het goed te maken. Nou kom op om me toe, maak van nog echt geen moordkuur. Je weet best, er is meer vreugde in de hemel een eindbekeerde zondeer dan 10 katholieken die God gesmeerd op de hemelpoort leggen. Het was het idee van onder Hannes. Onder Hannes wil je geen hebben. En jij dan?
Ik heb geen gezakt, ik had geen goed idee van dat mevrouw van Amstel is, maar nu ben ik toch niet zo geheel, want het is toch veel te goed voor de zon. Ik heb hier wat duurderlijk alweer om me toe, hè? Ik moet geen goede vergunning hebben. Wat zei het geen? Anders wil jij die goede vergunning hebben. Welke vergunning? Die vandaag. Hartstikke die dag. Ik moest je de familie komen opvullen. Nee, maar ik doe wat het niet. Echt niet. Nou, ik heb je best wel niet mee. Het is toch niet tegelijk. Ze komen ze nou eens een keer. Wie? Ja, de politie natuurlijk. Ik heb toch gebeld. Ik ben ook nog even bij de Bekkerland geweest. Heb ik even vlaai en broertjes besteld voor de koffietafel. Ik moest wel nog even komen zeggen wanneer het precies was. Maar ik heb gezegd, als de politie een niet vrede gegeven had, dat ik het dan zou komen zeggen. Zo. Duidelijk een vrouw met organisatie te leggen, ja, dat kan ik zeggen. Oh, dat is Meike. Ze zullen wel. Ten dadelijk heb ik anti-truc nog de plaats van het delict. Wacht maar een beetje. Dadelijk heb ik de politie. Wat ze dan op roofmoord heel wat jeugd gestoord. Ik verheug me er nog wel op. Wat zal het in de moord gebleven is? Dat ze trouwens met een liedje doen. Nou, als je niet verder vertelt. Een lied in de kelder tussen de patatten. En als je wat moest nog langer een bepaalde zaken steekt, gebeurt me toch hetzelfde. Kom Benny, we gaan vreugdig op de begrafenis. Het wordt een groot feest. Met vlaaien, met broertjes. Hij heeft de deur dicht. Ik niet. Oh, meneer Toen, geen zit er geduwen van dat het mij bedreigd heeft. Oh, wat een weg. Maar dat is nog niet van mij af. Ach, meneer Toen, zullen we dan maar even de kleien uitzoeken van de broer? Wat moet je hier mee? Ik heb maar nog even een drekste, een draagtas. Weet je meteen dat we weg kunnen, hè? Een draagtas, onder de polingsteen. Pak ik maar even, hè. Ja. Oh. Ja, kom maar. Nee, volgens mij is het een stukje komen. Nee. Anders, hoe moet ik hem steken vanavond? Och, mannen, ben ik blij dat ik terug ben. Je zet hem in uur. Zo, wat nou? Hatsie! Oh, dank je. Vertel me, noem maar eens voor steken geweest. Op een zolder. Ja. Voor zich door aan het slopen. Ja, ik heb toch gelegen dat het al de bed wat achterdoor steekt. Oh, waarom is ze dat gedaan? Hoe met ze dat gedaan? Dit moest toch ook niet bij me blijven? Ik geloof me niet dat met vrouwen zo'n cupje kleiner maken of al dan. Dus je ziet jij niet hem zeep gebracht. Voor zich door aan het slopen dan. Ja, ik heb me toegedekt met van die oude dekens, of van die oude jassen die er lopen. Heb ik me toegedekt toen de... Oh, ik heb hier een zak naartoe. Oh, verschrikkelijk was het. Ik heb ook verschrikkelijk gedruipt erboven, weet ze dat? Ik was in de hel. En ik stond voor die grote rechterstoel. Oh, de rechter en de reek precies, zo'n doorswaaien. Ja, dan alleen maar die heurentjes hier, zo'n kromme duur. Dat gaat niet. Ik ben hier vroeger door zijn duurboekjes. Kleine duurboekjes. En die rustte ik van de rechter een groot boek brengen. En ik moest erop kloppen. Eerst langzaam en toen steeds vlotter en steeds vlotter. En de rechter die lachte tot me zo van de... Oh, dat bent te veel
ging steeds dieper en dieper. En ik dacht, ja, dus nou is het gedoemd, dat ik, nou is het gebeurd. En toen, en toen. Want ik ben goed bed gewonnen op de kalde grond. Het is verschrikkelijk. Dat was ook verschrikkelijk. Ik heb gerazeld van de kelder door. Bah, dan zet ze niet dadelijk maar dat scheen met honing. Oh, oh, ik ben bang. Het is echt een pisse toe. Dadelijk zet hij in kamp met z'n tot en heen z'n deur. Ik heb met een fijne moord. Wat heb ik in de rats gezeten. Dat vergeet ik mijn ganse leven niet meer. Dit is er weer naartoe gehoord. Nou ja, dat is toch zo? Eindelijk zeg ik dit. Dat moet vandaag nog vertrekken. Dik eraan, ik razen voer van de eentje. Bah! Met schrikkelijk verhoord. Hoe moeten we ons leven eigenlijk als vergroot met van die stomzinnige geitjes? Hè? Wie hebben het hierboven toch goed? Of niet dan? Eindelijk kan ik u wel zeggen. Dik was in de schade gevallen en iemand anders. Ja, ik kreeg je overal niet de schuld van. Ik heb boven nog eens goed kunnen doordenken. Waarom willen we eigenlijk best in die wuring onder hebben, doen? We zitten hier toch hartstikke goed, of niet dan? Waarom moeten we best in dat beetje ook eens een keer hier naartoe holen? Bah! Ik was toch ook niet weten dat als een vlot gekomen. Nou, weet je wat? Eindelijk zeker. Dik zelfs er maar voor, wie zien we werken? Dik misschien tenslotte de oudste, niet hoor? Ik weet ook niet wat ik tegen hem moet zeggen. De voorheid heel simpel en anders schijnt het niet. Eindelijk zeg ik toch wel, nog zo'n dag hier van leven, nee, die doet de hoogte van boos van niks. Bah! En als ze die wetswassen tegen hem wil zeggen, gewoon de waarheid. En anders vertel ik in de bal. En dat is een idee waars, hè, om hem hier naartoe te horen. Had de zwieg. Oh, had de zwieg, de groeten. Had de zwieg. Dit is trouwens ook zoiets, hè. Had de zwieg, had de zwieg. Had de doet dit, had de doet dat. Dan ben ik 64 jaar en dan ben ik nog altijd die kleine broer. En dan is ik 80, ben nog steeds. En dit is wat steeds is, hand in de mond. Dat nou is het afgelopen. Nou zijn gingen dus een keer heen. En dan zeg ik ook in dat Mike precies wat er gebeurd is. Avenoed. Hebben ze dit nu eens? Dat hoor ik. En dat doet ze ook. Verschut zetten, ja. Dat kent ze dan wel. Iedereen laat die verschut zetten. We stonden van iedereen verschut. Hadden ze een dik hartje in de mond, hè? Dat zeg ik niet. Zien we de andere woord. Hadden ze zwie. Mevrouw Hering zit daar de brood er weer is. Ja. Er is ze! Oh, het spring leren! Hallo, hallo, hallo! Waar hebben we van gek Jens in de kelder op de kop gezaten? Kijk die vrouw die Jens loeren, toen doet er eens vandaan! Kijk die kijk! We hebben wel eens wat heel meer gezien. Ja? In de Chippendales. In de Chippendales? Ja. Oh. En we zien gaan we nieuwsgierig als we hem naar al die jaren gaan kijken. Ja, net zo. Dat was zeker waar je de ganse dag hebt gezeten. Ik heb dezelfde. Dat? Ja, ik heb gewoon op dezelfde gezeten. De politie maakt me toch een belaver. Nu moet ik me even de mantel uitvegen dat er geen moord was gepleegd. Nou, die heb ik even de worm gezegen. Die zeggen dus geen woord meer. Ja, ik heb niet veel stelling. Ik heb een goed antwoordapparaat. En wat meen je door nou weer mee? Nou, mevrouw van Opstal meent dat de politie heel verstandig heeft gehandeld. Ja, maar ze niet. Ze heeft de ganse veel op stijl tegen met een sensatie rollen. Nee, geen dan. Alle kelders doorzoeken, dat er paletjes wegzien. Laat ik niet lachen. Nou, dat was al een schakend slecht idee van mevrouw van Opstal. Ik ben er namelijk zo achter gekomen dat er 5 in mijn glazen met inhoud wegzien op mijn kelder. Zie je nou, man, wordt er ook al gejat. Ja, al 6 weken is de kelderslutel kwijt. En wij is zo verantwoordelijk voor. Nou, ik neem veel geen naam huur, maar zij toevallig wat een zaklap in de hand. Lieve dier, geef ik zelf beersingen, sterkte en krak. Hier gezellig, de ganse hoesgemeenschap in vergadering. En mevrouw van Opstal in een zaklampenspeur zit er samen. Hé, zus de kweer, wat ik zei, Maaike. Jazeker. Ome Hannes is uit de doed opgestoomd. Wat vervelend voor ook. Steek ik de hemelpoor en wagen weer open en duwt je geen weer binnen geweest. Nou, dat vind ik wel heel onchristelijk om dat zo te zeggen. Onchristelijk? En wat geef je door met dan? Ik, hè? Och, ganse begrafenis verknallen, terwijl alles al zo fantastisch geregeld was. Ja, Emus moest toch het hef in hand nemen, of niet zo? Zo is het. Ja. Nou, mensen ter zake. Meneer Engelen, waarom heb jij de ganse nacht op de zolder gezeten? Zoekt hij door? Ja, dat wist ik, ja. U is vanmorgen even de was ophangen, hebt zoek hem door liggen op het oud bed. Je morfijs arm. En waarom deed je dat? Omdat ik bang was.
Waar? Hoeveel? Dat Zee van die griezelverrol heeft verteld. Wie is Zee? Door mevrouw Hiering. Die is toch gooi maatjes mee? Ja, ik wil met griezelverrollen. Dat is meer maatjes hier. Ja. Had ik het niet gedacht. Het is een manier om door een naar te maken. Is de mond dicht te laten rijden door een chauffeur? Nou, geen beleidiging hier. Geef me maar weer de schuld. Je ziet het toch ook schuld? Je hebt me dat verhaal verteld. Van het neef is zijn tante al vermoord had voor 20 euro. Ja, dus je dacht dat ik. En ja, nou, post hoor. Maar ik weet niet wie gevoelig om aan is. Ah ja, maar wie gevoelig is die geweten dan? Of liever gezegd dat vanochtend weer? Mijn geweten is schoon en zuiver. Wat is waar, wilde je broek ziet aan? Wat moet jullie denken van het geklop in je hoes? Nou, dat is de geest van meneer Dolman, hè? Oh, een geest, geen gouden hoed. Dat geklop kwam heel duidelijk van die boven. Nee, mevrouw Nagen, dat weet ik van best. Dat kwam natuurlijk van hieronder, dat heb ik zelf niet gehoord. Ja, dat weet ik ja. Wat? Ja, denk Benny? Ja, dat was onze strafactie. Nee, moet je door met de klapkees overdrijven. Als ik zeg dat het een geest is, is het ook een geest. Nou, dat moet geen weten. Het belangrijkste is dat er nog een ras is in de moes. Nou, dat is ook nog niet zo zeker van die nieuwe meidje. Meneer Dolman waren in zijn leven ook wel zo'n doordrammer. Wat zeg je, vrouw? Een vreugdje dan dit. Hoe was ik de ganse nacht? Toen is in mijn bed. Oh, en dat is gelogen. Ik heb de ganse nacht in bed niet aangeraakt. Mijn grootte die nog een gemeubileerde kamer heeft. Dus ik heb in die kamer opgezakt? Nee. Voor je weten waarom ik met alle geweld heen moest komen wonen. En weet ze dat nou? Jazeker. Moest de familie komen vergroten. Zodat die twee heren ook winnen kunnen overnemen als je op verhoezen. Verhoezen? Ik ga denken aan. Vooral hoe dat geboens en geklop eindelijk afgelopen is. Ja, maar wie denkt ook ga niet meer aan verhoezen. Nee, woord doen, we blijven heen. Ja, we hebben het toch heel goed hierboven. Ja, maar dat doen. Heb je heel lastig van de trappen lopen, hè? Helemaal niet, of hebben ze ook toch? En het kindje ook nog een eigen patat voor zichzelf mee naar boven nemen. Dat is toch wel een toppunt, joh? Ja, een toppunt. Ik heb het zelf gezien. Toen huur ze het nou. Ik heb het niet al die het gezag. Door hem die vriendelijke hulpvaardigheid van ook. En dan heb jij ook zeker ons in mijn glazen achterover gedrukt. Het is schandalig om een eerlijke hoesvrouw van zo'n dingen te beschuldigen. Mevrouw van Opstal. Mevrouw van Opstal, ik wil dat jij als hoeseigenaar mij beschermt tegen allemaal deze beschuldigingen. Goed. Eén vraag, mevrouw Hiering. Heb je die inmaakglazen en die patatten gejat? Ja of ja? Oh, ik moet een aantal verschrikkelijk naar het huis gaan! De potten dan niet meer liever. Die vrouw, die kan de potten op. Die heks moet ze aangeven bij de politie. Klopt dat er gelopen, volgens mij is ze nog wel genezen. Er is toch alleen maar last mee met het mens, wacht. Alles om niks. Dat moet je niet zeggen. Hé, daar heb ik wel mijn Benny-truc. Je weet niet, je denkt dat ik mijn twee oom gestorven ben. Ik ook, Maaike. Nou, dat is dan prima. Dan is tenminste met al het trammelaan toch nog wat goed voort gekomen. Dus ras en vrede in ons. Oh, wat is dat? Oh, wat is er in de liegeis? Oh, dat kan het gezongen niet alweer gebeuren, van. Dat kan niet, want we hebben nog een hele met twee engelken. Ja, maar wat is het dan? Mijn zusje, we moeten eten. Hier, ik slij. Zeker naar het vanochtend als publiek en het genoten. Iedereen bedankt voor alles wat je gedaan hebt. En ook Frans Roos bedankt voor de prachtige dingen. En dus ik mogen morgen halen ook. Heel bedankt.
Manamana. 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 Phenomena.